silo ziet op rechts? De Taaienberg, hè. Taaienberg. Daar komen de kasseitjes iets verder, na de bocht, naar links straks. En dan beginnen we eraan met de vluchters en een minuutje later peloton. Dus die gaan er heel snel aankomen. En dan kijken we naar de explosie van vooral Wout van Aert allicht. Ja, en als je er nu nog niet zit, als je nu 30ste, 40ste, 50ste zit in het peloton, dan zit je eigenlijk te ver. Dan heb je meer dan een levensgroot probleem. Het gootje wel afgezet met Nadars. Geen mogelijkheid om erin te rijden, veronderstel ik. Nee, wat Tom Bonen deed, dat kan hier niet. Het gootje rechts daar, gaan opzoeken. Dries de Bont daar toch nog goed mee nu. Sagan blijft goed vooraan zitten. Ja, dat is waar. Maar ik zeg niks, hè. Nee. Zie het graag. Ik ook. Maar we gaan niet voor onze beurt spreken. Nee. Nog een kilometer of 50 wachten. Indrukwekkend vertoon nu van Jumbo-Visma in de aanloop naar de Taaienberg. Ja, de twee ploegen die er moeten zitten, zitten daar. Ja. En we gaan eraan beginnen met Wout van Aert en die van Jumbo-Visma en alle mannen die daarachter hangen. En het is nu echt wel met de bedoeling om de boel al eens goed uit elkaar te slingeren. Benoot. Benoot altijd wat lager dan Laporte. Benoot die moeite heeft. Van Aert die doortrekt. En Asgreen. Asgreen is goed. Asgreen die volgt in het wiel van Laporte. Kung zit daar ook Stefan in de buurt. Stefan Kung, inderdaad. Dan Stuyven. Ja. Mohoric. Ja, de betere schieten naar voren, maar er komt nog geen grote afscheiding daarachter. Søren Kragh-Andersen. En nu, het is nu wat we al zeiden, als je hier komt boven, nog eens kunt bijschakelen en doortrekken, dan heb je een kans. En Asgreen die beseft het gevaar, want ik mag die twee niet voor mij laten, dus ik ga maar naar dat wiel van Aert. En dan moet Laporte uit het rijtje, of is het Benoot? Of die gaat naar de andere kant? Ja, maar het probleem is nu, als je daar boven komt met deze zeven... Zit er nog eentje daar op links? Is dat, het zou kunnen Kragh-Andersen zijn. Het is nu Benoot die mee de oversteek maakt. Kung dan moet Kung ook voorbij op links, stuiven. Er ook voorbij. Nu allemaal op links het gootje in. En kijk wat er gebeurt. Kijk eens. En ze wisten het. Hier ligt het goed uit elkaar. Maar je mag het weten. Hè. Het is de wet van de sterkste. Het is gewoon de wet van de sterkste. We hebben er nog vijf over. Zes. Zeven. Stuyven is mee. Mohoric is mee. Mm-hmm. Kung is mee. Van Aert, Benoot, Laporte. Asgreen, Kung, Mohoric en Stuyven. Ja, dat zijn ze. En hier achteraan de dans van de stervende zwanen. Affini. Daar wordt Paasgens al voorbij gereden. Ik vraag me af, wie gaat er nu mee rijden? Nee, je bent met drie van Jumbo. Je hebt maar één Quickstep Alpha Vanillaer daar. En het zijn vier eenzaten. Het zijn allemaal eenzaten. Inderdaad, zijn solisten. Wie gaat er meerijden? Moet er iemand meerijden? Als je deze twee laat rijden? Ja, ik vraag het me af. Ga je iemand erachter laten rijden? Mocht ik ploegleider zijn, ik zou het wel weten wat ik zou doen. En dat is? En niet rijden. Dus laat Jumbo-Visma de kastanjes maar uit het vuur halen. Tuurlijk, ja. En kijk dan welke ploegen niet mee zijn en zich nog gaan groeperen daarachter. Ja, en laat de koers zijn en probeer dan vanuit... Ik zou nu nog niet meerijden. Zij hebben de slag gemist, Ineos Grenadiers. Dus zij gaan het moeten gaan doen. Dan hebben we hier de mannen van Alpes in Phoenix. Ja, met een man of drie. Twee tenminste. Denkt de Bond nog altijd? Of is dat de Bond niet meer? Jawel, ja, dat is daar de bond. En dan heb je ook Gogol, Michael Gogol, met het terugnummer 183. En een van de mannen van Movistar, die al relatief zwaar gevallen is. Heel erg uitgerekt peloton. Deze vluchters hebben nog 18 secondjes over. Dus die motoren die gaan daar heel snel van tussen moeten. En dan gaan we ze zien komen, de mannen die op de Taaienberg de alarmbel hebben geluid. Ja, ik zou zeggen, Kung, die rijdt altijd... Ook Mohoric wil zijn duit in het zakje doen. Dus toch maar meerijden. Misschien proberen eerst afstand te nemen om dan nadien te beginnen pokeren. Alhoewel, zijn dat pokeraars, deze mannen? Dat zijn die mannen zo'n beetje van het nieuwe wielrennen.
Laporte, geweldige aanwinst voor Wout van Aert. Ja, mag je wel en zeggen. En Benoot ook. En Benoot, hé, ja, absoluut. Brent van Moer die daar aan het praten was. Je ziet ze zo praten en je weet ook wat ze zeggen. Hè. Ze zijn daar. Ze zijn daar, José. En wie zijn daar? En dit is een tweede groep en daarachter komt het dan ook weer wat samen. Ja, de vraag is, gaan die mannen van Patrick Lefevre, van de Koenig Quickstep, wat de Koenig niet meer is, wat Quickstep Alpha Vinyl is, gaan die nog rijden? Die hebben naast Asgreen daar vooraan zitten. En ik zag die twee mannen daar zitten. Die maakten niet echt veel aanstalten om te beginnen rijden. Denken misschien bij zichzelf, ja, op zich. We hebben onze kopman mee. En de Koenig staat nu op de poep van Hopes in Phoenix. Voilà. Ook bij sponsors heb je transfers. Ja, en Rensson is dan weer op de poep gaan staan van Alpha Vinyl. Ja, fijn, het ligt goed uit elkaar. Het overzicht hebben we nog. Alleen zouden we de samenstelling van die tweede groep nog wat beter willen weten. Ik zag weinig volk van de Grenadiers, van de Ineos Grenadiers. Ik zag er twee achteraan in die groep, eentje vooraan nog, een stuk of drie. In een vrij omvangrijke groep. Vraag is of zij de situatie gaan rechtzetten. En ze rijden allemaal mee, José? Ja, nog wel. Ik denk om weg te geraken. Mm-hmm. Eenmaal weg. Om dan het spel te kunnen spelen. Om dan over te schakelen van doen jullie nu maar verder. We gaan eerst het verschil maken en dan straks gaan we tactisch spelen. Ja. Rechts vooraan de vluchters. Daarachter links de eerste achtervolgers, dus de groep van Aert en de groep Asgreen, zeg maar. Die motoren die mogen nu weg. Die mogen nu echt worden weggestuurd. Ja, er worden nog een paar fotografen weggestuurd. Er zit nog weinig volk tussen. Het zijn vooral mensen van de UCI of de jury zelf voorlopig nog met de Shimano-motor. Ja, het gat wordt groter. Het gat wordt groter, wordt behoorlijk groot zelfs. Hier wel een hergroepering, een beetje van groep 3 en groep 4. Maar wie gaat er rijden? Hè? Het zijn de mannen van AG Desert die een beetje proberen rijden. Dan de mannen van Bahrein erachter. Daar zit maar Narvaez. Die gaan niet rijden, want die hebben Mohoric. Narvaez met twee ploegmaats. Gianni Vermeers links ook. Ja, goed. Bij zijn heroptreden in de tweede groep. We zitten daar met drie. De Bond, Vermeers en Gogol voor Alpes in Phoenix. En nu moet Ineos inderdaad proberen die met die mannen van, met de mannen van AG Desert. Kijken of daar nog volk bij zit, of je daar nog iemand kunt gaan opofferen. Dit is ideaal voor een man als Brent van Moer. Als je nu nog niet te veel gegeven hebt in die ontsnapping, dan kan je hier nog, een man van lange adem, kan je hier misschien nog iets meedoen. Linkerkant van de weg pakken en er voorbij. Op een normale manier voorbij steken, zoals het hoort in het verkeer. Ja. Links. En die mannen die zitten al een tijdje te denken van als ze komen, dan proberen we ons wagonnetje aan te pikken. Dat gaat nog wel lukken op deze wegen. Dat gaat nog wel even lukken tot we naar een volgende helling gaan. En als er nog eens wordt doorgetrokken. Alhoewel, een paar van die hellingen kunnen ze misschien ook nog overleven. En daarachter wordt er echt wel georganiseerd nu. Na de Taaienberg gaan we naar Berg ten Stenen, dan naar de Bonjeberg, de Eikenberg, de Stationsberg, de Kapelberg, de Paterberg, de Oude Kwaremond, de Karnemelkbeekstraat en de Tighem. Er is nog wel wat. Ja, er komt nog heel veel. Er komt nog heel veel. Maar is er organisatie daarachteraan? Wie gaat er rijden? Tweede groep. Een beeld daarvan zou ons misschien een stukje wijzer maken. Het is niet vol, heb ik de indruk hier. Ja. Wout van Aert in overleg met de volkwagen dan, hè. Ineos Grenadiers met zijn drietjes. En onmiddellijk... Ik denk dat er nog een groep gaat terugkeren, José. Daar, als we nog even naar links kunnen pannen, daar gaan we nog volk zien. Voilà. En dat is nog een omvangrijke. Ja, daar zitten er nog een stuk of 3-4 bij van AG Desert met Van Avermaat daar met de witte stuurpen. Deze mannen zouden misschien beter wachten. Ja, Narvaez heeft gezegd aan Turner, rijden. We moeten proberen die situatie recht te zetten. Want de mannen die erachter zitten, die rijden niet mee. Ja, daarachter. In die twee quicksteps. Marijn ook al zeker niet. De mannen die daarachter zitten, AG Desert, hebben Kung mee vooraan. Dus er zit niet veel bij dat gaat meewerken.
Ja. Dat wordt niet makkelijk, denk ik. Voor Ineos Grenadiers. Ze gaan moeten een versnelling overschakelen. Ja, en er gaan nog ploegen moeten komen, zoals je zegt. Het is nog 73 kilometer. Hè? Ja, ze kunnen ze beter laten terugkomen. Mm-hmm. Dan organiseren tussen de mannen van AG Desert en een deel andere 2-2-2. Daar zijn we al met 6. En dan kunnen we beginnen werken. Ja, de vraag is vooral wat gaan Kuhn, wat gaan Mohoric, Stuyven en Asgreen doen. Hè? Stuyven zal op reserve rijden. Die is verstandig genoeg. Mohoric, denk ik, die vlamt nogal graag door. In principe zal Asgreen ook wel een klein beetje aangemaand worden om toch wat op voorzichtigheid te rijden. En Wout van Aert, ja, die moet één of twee man volledig gaan opofferen. Twee man zal veel zijn. Eén man dan maar om de boel in gang te houden. En deze komen aansluiten. Dat is een groepje. Ik dacht te zeggen, het is niet zo groot, maar er komt nog een tweede gedeelte. Dus we gaan spreken van een kopgroep. Een kopgroep van vroege vluchters en nieuwkomers. Op de 14 ongeveer. En dan weer een gegroepeerd peloton daarachter. En uiteraard is er al een schifting doorgevoerd. Maar als je dit koersverloop ziet, dan moet je je afvragen waar Victor Kampenaerts ergens zit. Hè. Je kan op geen slechter moment pech hebben. Ja, absoluut. En dan nog de manier waarop. Hè. Het was een beetje een... We zullen misschien morgen of vanavond wel al weten wat er exact gebeurd is. Stond daar links van de weg. Dat is al zeker niet de beste oplossing. Heeft er een achterzicht op waar Victor Kampenaerts zit? Op dit moment niet, maar ik kan je wel vertellen dat hij op de korte keer de aansluiting daar dus niet heeft gemaakt. En dan, ja, daarachter verbrokkelde het totaal en lag het hele peloton op apengappen met verschillende groepen. Drie op een bepaald moment gezien en dan nog veel één zaten. En dat betekent dat Kampenaerts daar nog achter zat. En hij zat zeker niet in de tweede groep die nu net het peloton is komen verdubbelen. Dus hij zit daar nog ergens in de achtergrond van de koers te zwemmen, vermoed ik. Een kilometer 3 op Berg ten Steenen nu. Dat is niet de steilste, dat is ook niet de lastigste. Maar die kruipt ook wel in de kleren aan het eind van het verhaal. In die tweede groep ook weer gezien, Binyam Girmay. De Eritreër die zijn laatste koers rijdt en dan terugkeert naar vrouw en kind. En daar gaat er een aanval komen van Thijs Benoot, denk ik. Ja. Ja, Benoot die een motor viseert en er naartoe probeert te rijden. Renaats? Ja, dat was de motor van Karel Bertele, want we werden er voorbij gejaagd. En wij gaan er nu ook voorbij, want we horen hier niet Askreen die meteen reageert op Benoot. En het heeft allemaal te maken met dat peloton dat eigenlijk superkort achter die kopgroep zit. Ik denk dat we naar een zeer, zeer grote hergroepering gaan. En dat we een heel atypische E3 Harelbeke te zien zullen krijgen. Ook door de veel te gunstige weersomstandigheden. Dat mag op die manier ook eens. Niet erg. Benoot die doortrekt en... Ja, dat is vooral voor de vroege vluchters dramatisch. Hè? Ja, dat is jammer. Hè, voor de mannen. Mohoric is toch wel een klein beetje in de problemen op deze beklimming. Die iets langer duurt dan Mohoric misschien wel zou willen. 1300 meter, 5,2%, maximaal 9. Als je het puur op inhoud bekijkt, zou enkel Daniel Os nog mogen kunnen volgen van die vroege. Ja, misschien en wel. En Brent van Moer ook. Ja, een goede Brent van Moer. Ja, maar kijk, je ziet het. Hè. Te veel gegeven onderweg. Denken van ik moet die ontsnapping meedragen. Beetje fout. Hangt hij er nog aan, Os? Ik denk het wel, daar als allerlaatste. Ja, misschien wel. Die staat daar recht op de trappers. En het peloton op 40 seconden, hè, door die versnelling van Thijs Benoot. Renaats? Ja, en hij verstelt opnieuw, hè. Dus dat is meer dan de gang erin houden. Dat is hier nog meer kaf van het koren scheiden. En er vooral voor zorgen dat die voorsprong geconsolideerd blijft. Want wanneer dat peloton terugkeert, dan krijg je een heel andere wedstrijd. Die mannen die blijven daar nu ronddraaien. Ja, die koproep op deze manier maken ze wel een kans. De drinkbussen aan je laten voorbij gaan. In de volle strijd natuurlijk. Opletten straks. Want ja. Echt wel warm, 18, 19 graden. Maar ja, veel maar verzorgers langs de kant van de weg, hè. Wie zijn we hier allemaal kwijt, vraag ik me af. Iedereen, behalve... Os is er nog bijgebleven. Behalve Os. En al de rest is eraf van de vroege vlucht. Maar hier is de tempo ook hoog, want die tweede groep is nog altijd... Of die derde groep is nog altijd niet terug op de tweede groep. Dus het tempo blijft hier ook hoog liggen. Het zijn nog altijd de mannen van Ineos die zelfs met meer volk vooraan zijn komen aansluiten. Narvaez zit daar nu nog bij. Ik dacht ook Rowe van Baarle, denk ik zelfs. Mm-hmm. Is de Bond. Zien we daar zitten. Nu komt er volk van achteruit bij. Ze gaan een bondgenoot moeten krijgen. 3/4 minuut
driekwart minuut. En dat is vooral de verdienste van Thies Benoot, die op Berg ten Stenen serieus is gaan versnellen en die voorsprong van 26 seconden naar 45 seconden heeft gebracht. Want dan is de vraag, als Benoot stopt, wat dan, hè? Nog eens Benoot, andere kant van de weg nu, probeert een solo op te zetten. Waar hebben we dat nog gezien? Omloop het Nieuwsblad. En Van Aert die het gat laat vallen, terecht. Kung. Met de reactie. Kung met Laporte. En dan Os. Os die natuurlijk al zijn ervaring heeft meegepakt in die vroege vlucht. En de anderen heeft laten rijden, meepeddelen, eten, drinken. Ja, ja. En dan denk ik, als gas, ik kom, jongens, geef maar gas. Ga ik proberen nog een finale te rijden. Wout spreekt. Spreek met de volgwagen waar Arthur van Dongen achter het stuur zit. Makkelijk herkenbaar natuurlijk, hè? Wout van Aert in die nationale trui. Ja, kan hij die titel verlengen in Middelkerken? Of gaan we daar vooral Merlier als topfavoriet naar voren schuiven? Ook veel zal afhangen van de wind op die dag. Ja, ja, die mannen hebben wel kaarten in huis daar, hè, op dat parcours. Met Merlier, met Jasper Philipsen, met De Bont en nog een paar anderen. Vraag is alleen op dat moment al, heeft Merlier een contractverlenging? Ja, dan nee, want dat zal toch allemaal een klein beetje beginnen meewerken. Ook al. Ook al. En ik keek naar Extra Time Koers deze week en ik hoorde de bedragen uitspreken. Ja, met 6 nullen. Meer dan veel nullen, zei meer dan een miljoen euro zou, ja, Merlier moeten kosten, alleszins. Kan ik wel geloven, hè? Ja, 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 ja. De hedendaagse conjunctuur bekijkt in dat peloton en wie wat verdient. We zullen wel al de manager hebben, zeker? Dat denk ik wel. Hier komen de mannen van Ineos ingelopen bij die vroege vluchters. En ze zitten al met 5 op kop van het peloton. En ze doen er weer wat vanaf. Het is zoals je zegt, hè, als Benoot stopt met rijden, wat dan? Want hier gaan ze niet stoppen met rijden tot nee, ze nee, hebben. Die blijven ze verder. En die gaan nog, de mannen van AG de Zijde zitten er nu achter mij. Het idee van, oh, die mannen van Ineos gaan dat misschien wel doen. Maar ik zou toch beginnen meewerken. Toch zet er maar een paar man bij als je kunt. Als je wil terugkomen natuurlijk. Hè. Voor mij hoeft het niet. Voor mij zitten hier een geweldige kopgroep. En krijgen we misschien een geweldige koers. Mm-hmm. Mochten die voorop blijven. Kan, want je moet op die hellingen natuurlijk ook je volk proberen te houden. Als je in de achtervolging zit. En als je straks op de Eikenberg komt. En je moet je tempo zodanig laag leggen om de 3-4 mee te krijgen. Om daarna weer te kunnen rijden. Dan lopen ze weer 20-30 seconden. Ja, ja, zo gaat dat. Hè. En als je natuurlijk dicht genoeg kunt komen aan de voet van de Eikenberg. Is er misschien nog iemand die nog een sprong kan wagen. Als er dan hier weer net iemand is. Maar daarnet, die ontsnapping, als Benoot wilde wegrijden, als je wil dat het peloton terugkomt, ja, laat hem dan wegrijden. Hè. Ja. Want dan krijg je hetzelfde scenario als in de omloop het Nieuwsblad. Ik zag Benoot een paar keer met zijn voorwiel wippen. Ik hoop dat hij geen losse kopserie heeft, dat hij iets voelt. Misschien van woede, zo van. Kan ook. Trek dat spel hier uiteen. Maar hier is nu ook alles open, hè. Alles open. En als je het verschil vanuit de lucht zag, dan had ik niet de indruk dat dat 3/4 minuut was. Ik zal maar goed, eens kijken, zeg. Ik zal eens proberen timen. Pak je kroon er maar eens bij. Ik zal volk bijzetten. Ja. Dan Kampenaerts er net uit de bocht, dacht ik. Dat je Kampenaerts uit de bocht komen? Dat zou heel spectaculair zijn. Maar het zou zomaar eens kunnen, om jou te parafraseren. Met Kampenaerts. Ik zag in ieder geval een Lotto, erachteraan zitten en dan hoop ik maar dat het Kampenaerts is. Met Kampenaerts mag je nergens van schrikken, maar heel vaak komt er ook wat wishful thinking bij. De Bonjeberg. En nu is het Mohoric die het commando heeft genomen. De winnaar van Milaan-San Remo. Daniel Os, jarenlang en nog altijd de luitenant van Peter Sagan. Hij overleeft de vroege vlucht. Eigenlijk van Total Energy is er niemand mee met de beteren in koers. 34 seconden wordt nu al gemeld. Nee, we zijn nog altijd aan het lopen en ik ben mijn testcase kwijt. Wout van Aert dan zelf maar wat tempo gaat maken. Koers dragen is goed, maar toch maar oppassen.
Jij vroeg of Tim Merlier al een manager had. Die heeft hij natuurlijk. Hè. Die zit bij Squadra, bij Dries Metzen. Ja, ik wil geen manager zijn van Merlier. Ja. Nee. Maar ik was zo gewoon aan het denken. Ja, als je een kerel kunt verkopen van een miljoen euro, wat, ja, dacht ik zomaar. Percentages voor de managers in de koers liggen iets lager dan in het voetbal, hoor. Ja, in de voetbal zou dat kunnen, zou het goed kunnen zijn en dat Merlier nog 300.000 euro overhoudt. Je hebt ook niks op doorverkoop. Nee. En geen jeugdopleidingspremie en al die maar daar heb ik een geweldig verhaal van, zo. Vertel. Ik zat op de voetbal in Temsen. Mm-hmm. Eerst de vierde nationale toen. Derde nationale nog gespeeld. Mijn schoonbroer was daar voorzitter. En Lambrechts, de voorzitter van Lokeren. Roger Lambrechts, onlangs gestorven. Ja. In de kantine, met Coca-Cola voor zich. En zit naar de wedstrijd te kijken. Zo. En hij ziet me. Ah, ze zei, hoe is het? Goed, goed, goed. Ik was toen bondscoach. En hij zei, en? Zijn er nog jongeren in België? Goeie jongeren? Ik zei, ja, we hebben nog een paar hele goeie. Ah, ja, ja. En waar zitten die? Hé, waar zitten die? Ik zeg, waarom? Hij zegt, ja, kunnen die niet kopen of wat? Ik zei, nee. Ik zei, mijn wielrenners kunnen niet kopen, hè. En ook niet verkopen. En die kijkt zo voor zich uit. Dan kun je daar niks mee doen, hij zegt. Hè. Gewoon, zo. Ja. Die kijkt recht voor zich uit naar dat plein terug. Dan kun je daar niks mee doen, hè. Dan maar bij dat voetbal blijven. Ja. Hier proberen die situatie recht te zetten. Je moet mannen opofferen als je je kopman weer in koers wil krijgen, als je kopman niet mee was. En, dat en hier kan... heb je die taaie mannen voor nodig, hè, zo'n row. Het kan gewoon zijn natuurlijk dat Narváez iets te ver gepositioneerd zat en daardoor de slag gemist heeft. Maar ja, als je kopman bent, dan heb je ook verantwoordelijkheden. Ja, absoluut. Ja. Maar ik zou ook als ja, nu wel linksopdraaiend eens kijken, de laatste man, want het is die telt. Voilà. Ik zou als ploeg, want er zitten dan vaak ploegen achter die zo'n beetje te zitten profiteren. Als je die denkt, wow, we gaan die mannen laten rijden. Hè. Je kan als ploeg beter meerijden. Twee man bijzetten en dan beter kijken. Dan eens kijken wanneer de mannen mannen linksop draaien. Als daar linksop staan, dan ga ik naar Renaat. Maar even het verschil meegeven, dat is 21 seconden. Renaat? Ja, en dat is ook te zien, 21 seconden. Je zit met het gevoel dat die mannen van Ineos dat gaat kunnen dichtrijden. Want dat is een spreekwoordelijke zakdoek. En ja, door dat tempo van die Ineos-mannen is die groep ook niet echt groter geworden. En is de derde groep niet aan het terugkeren. Wat dan eigenlijk wel straf is als je alles daarnet op die zakdoek bijeen zag liggen. Maar hier in de kopgroep nu afdaling naar de Bonjeberg. Kijken hoe ver ze komen. Nog altijd ziet het er goed uit. Riskante afdaling kunnen we zeggen met hier en daar in de bochten uitkijken geblazen. In onze regiewagen hebben ze even dat hele beeld teruggespoeld en gezocht naar die Lotto-Soudal-renners in de groep. Bulens en Van Moer nog uit de vroege vlucht, maar nog geen Kampenaerts. En op de wedstrijdradio hebben we een paar keer horen zeggen van het is wel geweest, Lotto-Soudal. Dus we vermoeden dat hij daarachter vol aan het achtervolgen is om toch nog in de koers te komen. Ja. Drinkbus links, drinkbus rechts aangeven. Met alle gevolgen van die natuurlijk, dat het uiteindelijk toch niet lukt. Ja, en eigenlijk zouden ze bij Ineos Grenadiers dat gat moeten toekrijgen voor de Eikenberg. Voor de Eikenberg, ja, want als er dan ook eens een versnelling komt. Maar dit is het mooie van die Vlaamse koersen ook. Hè? De hectiek, die afdaling en dan weer bergen op draaien, keren, gaan. 20 jaar geleden, plekje op de motor. Fantastische tijd, ja. Hè? Waar Renaat nu zit, dat is de koers volgen vanuit de loge. Parcours. Bange momenten meemaken, maar ook fantastisch. Ja, parcourskennis hebben en dan uiteindelijk daar gebruik van maken. Dat is geweldig, hè. Rechts opdraaien en de vaart zit er weer in. Het is Laporte die nu tempo aan het maken is. Laporte die samen met Roglic en Van Aert wegreed in de eerste rit van Parijs-Nice. Ja, die daar een heel belangrijke figuur in was. Hè. Die daar zelfs de versnelling plaatste. Eerst ingeleid door Van Ooijdonk. Het blijft een beetje op de 21, 22 seconden. Ja, naar Team Emirates moet je niet onmiddellijk kijken als je de samenstelling van de ploeg ziet hier. Maar volgende week wordt dat anders. Hè. Met Pogacar, met Trentin. Dan zou dat inderdaad totaal. Ja, Hirschi die heel goed bezig is. Hè. Dus, na een operatie gaat zeker, heb ik ergens gelezen, dan toch heel goed terug er begonnen. Ondertussen toch al een paar mannen weg. Bij Ineos zag ik daar nog drie man. Ja, Lotto Jumbo, of Jumbo Visma liever, ja, maar wil ze kijk, niet zomaar laten het spel begint terugkeren. Askreen is al niet de meest gretige om terug te komen.
Asgreen profiteerde van de numerieke meerderheid vorig jaar. Hè. Fantastische koers gereden, dat niet. Ja, tuurlijk. Maar diep in de finale, ja, nog Seneschal en Stibar bij je. Een hele goede Stibar, die eigenlijk iedereen en alles controleerde daarachter. En Mathieu van der Poel die daar probeerde aan te gaan op de Tiegenberg nog. Die zeiben op die Eikenberg. Dus ze hebben dat gat niet toegekregen. En ja, wat gaat er dan gebeuren met de jongens die zo op kop aan het rijden zijn bij de Grenadiers? Gaat Narváez die sprong alleen moeten proberen te maken? Maar 20 seconden op deze groep. Ja, dan moet je volk bij krijgen. Dan moet je volk meenemen. Asgreen nu naar de kop. Asgreen die het tempo gaat dicteren, bepalen. Laporte die makkelijker stukje asfalt opzoekt in plaats van de kasseitjes. Maar er zijn er niet veel van die plekjes op de Eikenberg. Nee, weinig. Eens naar rechts en eens naar links. Weinig. Houd snel op, kijk. Ja, toch maar een klein beetje dingen op. En nu Narváez. Moet wel iemand mee. Moet iemand mee, Seneschal. Seneschal. En Narváez. Gaan zij de sprong maken. En Turgy. Ja, ja, Turgy is inderdaad. En ook... Girmay. Girmay is op komst. Och, och. Binyam Girmay. Voor degenen die hem nog niet kennen... Met z'n tweetjes. Nu, Narváez die moet er niet onmiddellijk op rekenen dat Seneschal gaat overpakken. Al oh, zou het... wel een mannetje ja. erbij brengen. Het zou op zich nog niet zo slecht zijn. Nee. En ze zijn er al. Alsjeblieft. Sprongetje maken. En Girmay komt ook. Is dat toch een goede renner, hè? Girmay komt ook. En er zijn er nog een paar op komst. Ja, nu moet je toch niet zeggen, ik wist het niet. Hè. Nu moet je echt wel mee zijn. Nu moet je echt mee zijn. Alles wat je nog benen hebt... Als je nog benen hebt, dan moet je hier mee zijn. Hier is Turgy. Ja, ja, die is goed, hè. Is dat Teunissen? Ja, dat is Teunissen die net de aansluiting niet kan maken. Die dacht van ook mee te zijn, maar ja. dat is niet het geval. Alhoewel. Er is de Bond zat daar nog. Daar zit Teunissen, dat tweetal. Ja. Daarachter dat groepje met de Bond. Maar door het feit dat er nu al een stuk of vier zijn bijkomen aansluiten met Girmay... Dat is toch wel echt fantastisch, hè? Ja. Dus niet omdat ik er nu een beetje supporter van ben, maar dat is toch wel echt op die leeftijd vanuit een ander werelddeel komen en hier mee komen strijden. Ja, droom jij nu al van dat WK in Rwanda? Onder andere. Tuurlijk, zei hij. Tuurlijk droom ik daarvan. Er gaat zoveel volk zijn, dat gaan jullie nog nooit hebben gezien. Gogol hier, die probeert met Seneschal. En met Van Baarle. Het is Ballerini bij, ah, ja? bij Narváez, blijkbaar. Maar ik zag daar toch Seneschal zitten hier. Die zit nog iets verder dan Renaat. Ja, Wout van Aert heeft het hele laatste deel van die Eikenberg voor zijn rekening genomen. Monstert nu de tegenstand. En ik denk dat het kaf nu definitief van het koren is. Met die kopgroep gaan we de rest van de finale rijden. Dat is het gevoel dat je hier nu hebt op de motor. Op die smalle wegen. Dat typische draaien en keren van de E3. Wie daarachter komt, is gezien. Ja, er is nog een groepje op komst met de Bond, met Vermeers en nog een paar jongens. Ja, 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 ja. We zagen het net aan die grote citern van de schacht plastic daarom draaien. Gogol voorlopig, de enige man van Alpecin Phoenix die de aansluiting heeft kunnen maken. Komen die anderen nog terug? Dat is de vraag natuurlijk. Het is toch echt wel Jumbo-Visma tegen allen. Hè? Mm-hmm. Maar doen ze goed, hè? Doen ze goed op dit moment. Ja, heel maken goed. Maken indruk. Eigenlijk nemen zij de rol over van Quickstep vorig jaar op nog, de Taienberg. Nog zij daar de nog in het plooi hebben gelegd, vind ik, is het maar, nu Jumbo maar, Visma. Je moet het dan ook nog afwerken, he. Dat is de merde van heel de zaak. He. Dat Vermeers? Ik denk het. Aan de stijl te zien. Dit is inderdaad Gianni Vermeers die beseft van als ik er nu niet bij ben, dan kom ik er niet meer bij. De mot zit er hierin. En hij kan een stukje dalen. Dat is La Deuze, hè. Dacht ik, bovenkomen, ja, inderdaad, linksom. La Deuze naar beneden. Turgy, die blij is dat hij er nog aan hangt. Het was een inspanning die hij moest leveren op de Eikenberg. Maar hij doet het wel, hè. Hij doet het wel. We gaan dadelijk een nieuwe samenstelling van deze groep kunnen meegeven. Dit is wel degelijk Seneschal hier, hè. Ja, ja. Op twee na laatste positie, met rug nummer 5. Maar daar zit ook Ballerini, dacht ik. Ja, met rug nummer 2. Ja, en een Asgreen. En Asgreen, dus ze zijn ook alweer met 3. Dus dan is 3-3. En als je dan de koers blijft dragen,
vraag ik me af, wie gaat er nu de koers dragen? Gaan de mannen van Patrick Lefebvre mee de koers dragen? En Os wordt nu meesterhelper voor Turgy. Renaerts. Teunissen en Tiller komen nog aansluiten bij de kopgroep. Tiller, ja, eentje van die Noormannen van Uno X. Teunissen kijkt achterom. Weet dat dit een heel belangrijk moment is om mee te zijn. Want ik kijk nu ook achterom. En dan is het verschil, ja, zeker 200 meter. Als ze hier blijven rijden, dan komt er niemand meer terug. Het is nu Wout van Aert zelf die tempo maakt. Mm-hmm. Heeft nogthans volk genoeg, hè, nu. Maar het is zo'n kwestie van een beetje herzetten. En ja, dat die munitie weer kunnen bovenhalen en weer kunnen laden. Girmay, die zeer attent koerst. Het is niet aan deze mannen nu om het tempo te gaan bepalen als je de samenstelling van de groep ziet. Nee, ze willen de vaart erin houden, ze willen het voorbeeld geven. Ze willen kijken, hè, maar op deze manier, Kung, dat is niet echt vol. Hè. Het is nu terug aan Wout van Aert. Die begint ook al na te denken van, ja, moet ik dat hier blijven doen? Staan nog altijd 60 kilometer daarvoor aan of bovenaan links. En eens kijken waar die achtervolgende groep zit, waar Vermeers er net uit is weggereden. Die zal ondertussen al terug zijn ingelopen, veronderstel ik, met zijn drieën nu. Volgwagen van Jumbo-Visma er naartoe, dat is eigenlijk wel heel rap. Ja. Dat die al door mag. Dit is hier Vermeers. 17 van Hooijdonk. Bij Nathan van Hooijdonk. En bij Alex Kirsch. Ja. Ja, ik zou niet doorrijden, mocht van Vermeer zijn. Hier zijn er hier nog opkomst. Dit zou inderdaad wel eens het groepje van de geslagenen kunnen zijn, natuurlijk. Met daarbij ook Greg Van Avermaat. En niemand van Agile de Zer mee, hè? Jawel, Greg Van Avermaat, de enige. Ja, maar hier niet. Nee, hier niet. Renaerts. Ja, inderdaad, die volgwagen van Jumbo-Visma bij de kop van de koers. Arthur van Dongen achter het stuur met wat advies voor Thijs Benoot in de start van dat peloton. Die voorsprong nog niet geruststellend. We zien dan het is een vrij grote groep die daar nog altijd achterhangt. Maar hier op een lint wordt het getrokken en ligt het tempo bijzonder hoog. En de kopgroep is in twee stukken gebroken. Ja, het is aan het splitten. Daarvoor Os is het aan het splitten. Ik snap niet wat die volgwagen hier mag komen doen. Ik ook niet. Veel te vroeg. Als volgwagen 1 er is, dan laten ze er in principe 2, 3 of 4 door. En dan moet die achtervolgende groep terugkomen aansluiten. Het is een beetje atypisch, heb ik het idee. De Stationberg. Ambetant stuk. Met die kasseitjes. Ja, mag je wel zeggen. Rotstuk. Ook in de tegenovergestelde richting. Hè. Gevaarlijk. Gevaarlijk. En hier een versnelling van Michael Gogel. Gogel met een ferme inspanning. En daar wordt het een beetje uit elkaar geslagen. Men spreekt hier over wachten, want de aansluiting twee groepen. Is dat hier Os in de problemen? Ja. Lek vooraan, denk ik. Lekke band, inderdaad. Renaerts. Leeg, gewoon leeg. Os, die gewoon zijn krachten heeft opgesoupeerd en de rest moet laten gaan op die Stationberg waar het stofvreten is. Stofvreten op de Stationberg en het gaat ook te snel voor Ballerini. Davide Ballerini, de winnaar van de omloop vorig jaar, in de problemen. Die bezwijkt onder de mokerslagen van zijn eigen ploegmaat Kasper Asgreen. Die heeft het daar overgenomen vooraan op kop van de groep en dat gaat dan heel snel met in zijn wiel Wout van Aert, die nu overpakt. En ook Girmay, die het uitstekend doet. Wout van Aert, die er even een crossmanoeuvre ging uitvoeren in de gravel. De 4, 8, 12, 16 stuks. Ja, ze zijn daar het kaf van het koren aan het scheiden. Zo. Het is het koren dat overblijft. Het kaf vliegt weg, zoals dat meestal is. Hè. Het zijn de kasseien die ze normaal opkomen in de Ronde van Vlaanderen. Nu naar beneden. Na de Stationsberg volgt de Kapelberg. Die ligt na 157 kilometer. Dat is over een kilometer of 5. En naar Renaerts nog eens.
Ja, op die Maria Borrestraat en wat José zegt in de omgekeerde richting. Dat is een heel vreemd gevoel. Hè? Je kent deze strook van de Ronde van Vlaanderen. En daar rij je nu bergaf in plaats van bergop. Hoog tempo op die kasseien. Snelheid flirt het met de 60 per uur. Wat eigenlijk halve waanzin is, zou je bijna durven zeggen. Maar ja, ze doen hier ook graag tegen draadse in E3. Dat is bekend. Benoot en Teunissen hebben toch wel de grootste moeite om overeind te blijven in die groep op dit moment in de koers. Dat kan straks anders zijn, maar op dit moment is het harken. En Ineos Grenadiers heeft die situatie rechtgezet en heeft zich terug in de koers geknopt. Met twee man mee. Mm-hmm. Met twee man mee zijn er nog een paar. Ook Gogol is daar goed komen aansluiten. Ook Germay was een van die mannen die eigenlijk op de Eikenberg gebruik gemaakt heeft van terug te komen. En daar nu qua parcourskennis veilig zitten. Ik kan daar meesurfen op de rug van die andere mannen. En voor de rest alles uit elkaar geslaan nu. En ik vraag me af, die tweede groep, amai, die zie wie dat zou kunnen zijn. Is dat Madouas, Valentin Madouas? Ga een beetje vooruit rijden, zegt hij. Hij mag naar vrouw en kind na vandaag, dus hij heeft iets. Hij zal minder gas geven. Er zit voer op. Wacht tot hij thuis komt. Binyam Girmay, geweldige kerel. Tweede op het WK voor beloften. Net zoals Arnaud de Lee een geweldig product is voor Wallonië en Lotto in de wielrennerij, is deze man een geweldig product voor zijn regio. Maar nu wel verstandig genoeg om te eten en te drinken. Zal wel vanuit die volgwagen voldoende consignes gekregen hebben van hola, rustig aan, niet overdrijven. Het is Hilaire van der Schuren zelf achter het stuur in zijn regio, in zijn Vlaanderen. Benoot nog eens met een versnelling, onmiddellijk Sénéchal daarachter. En dan zijn de twee beste ploegen weg. En Kuhn. En Ballerini die hangt daartussen. Die gaat niet meer terug kunnen keren. Mohoric die gebruik maakt van alles wat er beweegt. Zit op de weg. Die motoren daartussen te doen? Ja, vraag ik me ook af. Laten zich verrassen. Ja, maar ja, die zitten daar oké. Ook die jury moet daar ook niet zitten. Met die drie willen de samenstelling van de kopgroep. Ja, maar. Ja, even wegblijven, hè. Even wegblijven. Sénéchal en Asgreen, dat is zeker. Die zagen we. Van Aert, Benoot, Teunissen en Laporte. Ook dat is zeker. Girmay, hebben zeker we gezien. Madouas en Kung van Groupama, dan Narváez en Van Baarle voor de Grenadiers. Mohoric zit er ook, die zat er al bij op de timer. Stuyven zit erbij, Gogol zit er, Turgy zit er. En Rasmus Tiller daar, ja, nog? Die dat zou het dan ongeveer moeten zijn. Renaat? Dat is het inderdaad. Ik kan dat bevestigen. Ik denk dat er klop op is, maar het valt hier nu stil. En dan is Stuyven de man die in de reactie moet gaan, want daarvoor zijn er een stuk of zeven weggereden. Ja, hier wordt nog een beetje uit de boom gekeken. Weinig bomen, veel katten blijkbaar. Niemand te zien in de achtergrond. Van Aert die hier nu ostentatief de pedalen stilhoudt. En Tiller moet de achtervolging inzetten. Ze zijn met te veel, José. Ja, maar dat is ook het feit als je zo indrukwekkend naar voren komt, daar op die Taaienberg met nog zo ver voor de streep, dan ja, dat kan je niet doorrijden, hè, richting Huis, hè, richting Adelbeke. Ja, je hebt er vier in die kopgroep, hè, bij Jumbo-Visma. Ja, met Jonis is daarbij. Logisch dat ze naar je kijken. En voor Quickstep Alpha Vanille is er maar een klein verschil in vergelijking met vorig jaar. Ze zijn met twee in plaats van drie. Misschien een goede Lampaard, uiteraard. Mm-hmm. Die thuis in de zetel zit te kijken, maar zondag herneemt in Gent-Wevelgem. Lampaard die drie dagen toch serieus koorts heeft gehad. En dat kruipt wel in de kleren, hè, als wielrenner koorts hebben. En dan ook schrik krijgen natuurlijk van wat met Colbrelli is gebeurd in Spanje. Niet alleen met Colbrelli, ook met Tim de Klerk en nog een paar andere zaken. Dus dat brengt de boel niet echt tot rust. Zien we nog volk in de achtergrond, Renaat? De kans gemist op de Eikenberg. Nee, op dit moment niet. En in de voorgrond is het 8 plus 8. We hebben opnieuw 16 leiders, zo goed als wiel in wiel. En we zoeken met de helikopter en daar tussen de bomen verschijnen een aantal schimmen. Dat is een vrij omvangrijke groep.
Maar wie gaat die rijden? Wie gaat die rijden om dat gat alsnog te dichten? Dat zouden in principe die mannen van AG Desair moeten zijn. Van Movistar kan je dat, niet verwachten. Zit daar een man in vierde positie van Intermarché, want die Goubert, maar die hebben een kopman in principe vooraan zitten. Dus ik zie niet in wie hier nog gaat rijden. De Bond zien we daar nog in vierde positie zitten, denk ik. Kans gemist. De Bond, Vermeers, kansen gemist. Maar ja, goed, ja. Je moet ook goed genoeg zijn. Het was eigenlijk getelefoneerd. Deze keer was het goed getelefoneerd. Met duidelijk vlaggetje naar boven gestoken. Je zag die mannen van Ineos Grenadiers naar die Eikenberg naartoe rijden. En deze twee mannen erbij brengen. Dylan van Baarle. Die kijkt al uit naar woensdag. Ja, winnaar van Dwars door Vlaanderen in Waregem geweest, hè? Dylan van Baarle. 16 mensen die heel goed met een fiets kunnen rijden. Als ze elkaar vinden, dan gaan zij de finale rijden. Hier zit Greg van Avermaat. Ja, met de Wulf die nu op kop aan het rijden is. Ja. Net al is gevallen onderweg met de reservefiets. Ja, maar dat is echt achter de feiten aan. Hè. Achter de feiten aan. Hè. Dan was de koers maar 130 kilometer ver. Hè. Ja, een dikke pech voor Lotto Soudal natuurlijk, hè, met Kampenaerts op dat moment. En ja, dan is er plots niks meer over. Nee. Florian Vermeers voor alle duidelijkheid niet in deze koers. Ja, en zoals ik daarnet al zei, hier in het begin van de uitzending, moet een Brent van Moer daar zitten. In die staat dat soort ontsnapping. Als je echt renner wil worden, waarom dan niet proberen rijden als de goeie echt beginnen rijden? Of misschien nog meer, veel meer leren sparen als je dan toch in die ontsnapping zit. Het is natuurlijk allemaal een leerproces, maar dat mag toch niet te lang duren. Teunissen. En naar Renaerts. Ja, net voor die bocht demareerde Teunissen. Germay meteen op dat wiel, terwijl Benoot dan hier de rij sluit en daar ja, schijnbaar moeite heeft. Maar hij zit goed en wel in dat wiel. Draai en keer weer naar links nu. Aanloop naar het volgende koppeltje. Oude Quaremont, Paterborg. Paterborg. Dat is de Paterberg in Zweden. Ja, ja. De buurt van Göteborg. 50 kilometer. We krijgen een lange finale. Die Taaienberg die toch altijd zijn werk doet. Die op 80 kilometer van de streep ligt. En daar worden de debatten geopend. Die kan er bijna je klok op gelijk zetten. En nu, hè. We hebben wel nog de Pater. We hebben nog de oude Quaremont. Ik kan me moeilijk voorstellen dat we met 16 naar de voet van de Tighem gaan. Nog niet aan denken. We gaan wat meemaken straks. Er zijn er hier al een deel bij. Ik weet niet van wat ik van Benoot moet denken, maar ik zie hem er sommige momenten toch wat... En het zou ook niet onlogisch zijn. Hè? Het kan ons natuurlijk een beetje zand in de ogen strooien, maar ik ben toch benieuwd. Ik kijk er echt naar uit wat sommige mannen, zo'n Rasmus Tiller, wat die op die Paterberg kunnen teweeg brengen. Ja, daar op die stationsberg leek hij even een moeilijk momentje te hebben, maar vlak erna zat hij alweer op kop te boren. En tempo te maken, dus ik zou hem niet onderschatten. Nee. En Van Aert die zelf niet te beroerd is om mee het tempo te gaan bepalen. En Girmay die gewoon meekoerst. Ja, dat is echt onvoorstelbaar. Echt. Het is, het is een heel mooi om naar te kijken. Het gemak, een man die eigenlijk is opgeleid in Eigelen. Mm-hmm. Anderhalf jaar daar verbleven heeft. Nog een tijdje in de Liechtenstein gewoond, dacht ik. Jullie troepen van Jumbo-Visma. Jullie hebben Merckx, wij hebben Negassi, zegt hij. En Negassi is de beste coureur uit Eritrea die ze ooit gehad hebben. Maar blijkbaar is Eritrea echt wel een koersland. Het is sport nummer 1 daar, boven voetbal en alle andere sporten. Sport nummer 1. Ja, inderdaad. Hè. Hij is verdetten in zijn land. Absoluut verdetten in zijn land. Hè. Pas op, hè. Toen hij bleek dat hij talent had, kreeg hij van zijn vader een trekfiets van €4.500. Hè. Dat heb ik nooit gehad zo, van mijn vader. Dat stond nog niet toen. Nee, een oude Libertas. Maar wordt als een
als een held vereerd in Eritrea. Hè. Nou, hij doet het wel. Hè. Ja, dat is waar. Het is niet een kunstmatig product. Hè. Het is niet zo iemand die men eigenlijk op een of andere manier gepistoneerd heeft om iets te brengen. Hij heeft het gewoon eigenlijk allemaal zelf gedaan. Toch wel straf. En ik vind het nog straffer van Hilaire van der Schuren en co. Om hem eigenlijk toch aan boord te nemen. Vorig jaar nog in de ploeg van Delco Marseille. En dan binnengehaald. Terwijl eigenlijk nu heel veel ploegen, denk ik, zoiets hebben van dat we dat laten liggen hebben. Girmay, die als een heel groot talent bestempeld werd nadat hij in Obelti, Mystère, Stavelot en Remco Evenepoel had geklopt bij de junioren. Ja, helemaal. Ik weet het wel. Hij wist het zelf niet op het moment in de koers dat Remco de grote man was bij de junioren op dat moment. En achteraf zeiden ze, weet je wel wie hij geklopt heeft? Ja, zo'n kleine Schepdal. Dat bleek dan Remco Evenepoel te zijn. Ja, er stond vandaag in het nieuwsblad een heel mooi interview met Binyam Girmay. Heel mooi verhaal om eens te lezen. Pas op, ging zijn eerste jaar als prof eigenlijk nog als semi-amateur naar Missa Bongo, Greipel kloppen, Nizzolo en nog een paar andere kloppen. Mm-hmm. Hè? Bonifacio en zo. Dus toen daar wisten ze ook al hoe laat het was. En dan kon je misschien wel zeggen, ja, 4 jaar geleden was Greipel niet meer die sprinter. Maar was hij ook nog maar 18 jaar of zoiets. Dus sterk, hè. Kijk naar die bil. Die bil van Louis Masbonnet. Een van zijn ploegmaten heeft woensdag in Brugge de Pannen zijn elleboog gebroken. Dat was na een zwaar koersincident waarbij een mederenner hem een stamp zou hebben gegeven. Men is het aan het onderzoeken. Er zouden een aantal renners bereid zijn om te getuigen. Vind ik op zich niet slecht. Dat is geen matennaaierij, vind ik. Nee. Dat is... Je zou maar inderdaad daar zitten met een elleboogbreuk. Hè? In de naam die ik heb horen vallen, mag ik die eigenlijk uitspreken? In de wandelgangen? Of moet ik het proces in gang laten gaan? Misschien best, hè? Ik zal het proces in gang laten. Het is een Fransman. Ja. Het is niet Bouhanni. Dat gekund. Maar van zodra de getuigenissen genoteerd zijn en... Komt dat wel boven water, hè? Ja. Maar dat soort gedragingen horen zeker niet thuis in het peloton. Nog 46 kilometer. We hebben een hele mooie kopgroep in de E3 Harelbeke. Ik vermoed dat de strijdlustigste van deze wedstrijd uit deze groep komt. Want vanaf nu kunt u stemmen voor de Caps Hero. Dat is een nevenklassement van de organisatie. U vindt dat wel via de link op hun website. Voor de strijdlustigste. En dan komt u ook in aanmerking voor de ene of de andere prijs. De Kapelberg, 750 meter... 7,1%, maximaal 14%. Maar dan straks de Paterberg, kilometer 42 van het eind. Kan nog 4 kilometer duren, 4,5 kilometer. En daar moet je dan toch zorgen dat je als binnen de top 5 opdraait. Hè? Want anders heb je echt een probleem. Bout die zijn bidon aan een verzorger van Sport Vlaanderen Baloise geeft. De details, dat bidonnetje er toch maar uitgooien. Het was precies geen hele lege bidon. Er zat nog wel wat in. Dus die dat paar honderd gram. Dat nog wat zwongen. Ja, dat kan je zien, hè? Ja, als hij fladdert of als je inderdaad hem vast ziet vliegen. Als een plastic bal die afkomt gevlogen als hij leeg is. Ik vind het wel knap dat ze die mannen van Ineos Grenadiers Narvaez op deze manier terug in koers brengen. En Van Baarle ook. En Van Baarle erbij. En Van Baarle erbij. Dat is een situatie rechtzetten. Maar wel een ferme kopgroep, ze. Allemaal namen, stuk voor stuk. Een paar verrassingen erbij. Met Gogol en nog een paar anderen. Maar verder zijn dat allemaal kanjers. Rasmus Tiller erbij, de man die we hier eigenlijk van UNO X wel verwachten.
Turgis, absoluut te verwachten. En naar Renaat. Valentin Madouas, wat mij betreft de grootste verrassing in die ferme kopgroepenrenner die je op andere terreinen verwacht. Maar goed, hij zit hier en dan heeft hij ervoor gereden en dan is dat een hele knappe prestatie. Deze E3 wat mij betreft ook het bewijs dat je niet veel wind nodig hebt om toch een hele mooie wedstrijd te krijgen. Koersgoesting, het parcours dat benut wordt door een pakketje toprenners en dan krijg je de spectaculaire wedstrijd die we vandaag al gezien hebben. Chapeau voor de acteurs. Absoluut. Vooraf ook een thema geweest in de voorbeschouwing, wind of geen wind. In de E3 heb je het niet zo nodig. Zondag misschien iets meer in Gent-Wevelgem. Ja, maar toch verwacht ik daar ook... Ik zou wel eens echt een windstille Gent-Wevelgem willen zien. Om te kijken hoe men dan die Montenberg en die beklimmingen allemaal gaat gebruiken. Hoe men dan nog meer die Kemmel gaat gebruiken om de boel uit elkaar te ranselen. Aanval op links. Benoot. Germay in de aanloop. Hij zal krijgen een gaatje, dat is goed. Ja, gaat hij nu op alles springen? Hij voelt zich goed, hè? Hij is op jacht. Ja, absoluut. Hij wil overal mee zijn. Ja, maar als je minder parcourskennis hebt, en ik denk dat de man in de Wagenilair van de Schuur hem wel zal motiveren om te proberen van counter van Seneschal. Ja, met Narvaez. Kijk naar die beentjes van Seneschal. Daar zit Poer op, hoor. Ja, in tweede instantie dan toch komen aansluiten. Hè. En maar goed ook. Hè. Want anders zat Asgreen daar toch maar mooi alleen. Peloton op 1:10. Met deze gaan we het dus effectief moeten doen. Ja, we rijden nu naar de Pater. Dus ja, dat krijgen we een ander verhaal. Hè. Asgreen die nu toch gaat opschuiven, die denkt bij zichzelf. Oh, laat toch maar niet te ver opdraaien daar helemaal achteraan. Hij is eigenlijk te ver opgedraaid. Hè? Oeh, gaat hij nog wat meenemen? Ja, Gogol die pakte nog wat aan. Vlak voor de bocht. Ja, we moeten nu nog de duik naar beneden nemen. Dan nog een grote flauwe rechtse bocht en dan scherp rechts. Hier zie je het. Hop, is goed aangepakt. Mag. Gestrekte arm. En dan net die bocht nog in ook. Ik weet niet of dat de juiste positie is om een drinkbus aan te geven. Maar hij was wel mee. Hier moet Asgreen plekjes zien te winnen. Doet dat ook. Zit daar aan het wiel van Stuyven. Probeert links en rechts voorbij te gaan. Ja, Germay die daar een klein beetje in de tang werd gezet door Mohoric. Die natuurlijk weet van dat wiel van Wout van Aert. Kijk. Nu zijn die ploegleiders allemaal bezig. Jongens, dat wil Wout van Aert, bijblijven. We zagen hier, Sepp van Marken is tegen de grondslag. Oef, ja. Benoot die de lijn inbrengt voor Van Aert, dat is ook van goud waard. Onmisbaar. Pech voor Seneschal. Lek. Oeh. Problemen voor Seneschal. Renaat. Ja, dat is heel erg natuurlijk. Hè. Neutrale wagen in de buurt, dat wel. Neutrale motor ook, maar in de afdaling zeer ondankbaar. Ja, hij gaat gedepaneerd worden. Ja, het was vooraan. Hè. En dan ben je totaal stuurloos in zo'n afdaling. Geen sturen aan. Ja. En wat een gevecht hier. Hè. Kijk, Asgreen. Stuyven die meedoet. Asgreen met één move. Mohoric, die is het gewoon hè, van de kantjes op te zoeken. Dat is toch niet te geloven, die kerel. Vorige week twee keer door het oog van de naald in de afdaling van de Poggio. En nu weer in die graskant, maar er dan even vlotjes weer uit ook. Het is wel een piloot. Ja, het is echt een piloot. Maar kijk, een gestrekte draf. De mannen van Jumbo, 1-2-3. 1-2-3. En die Tiller, wat daarvan gezegd. Ja. Daar kan je wel in het gootje, Renaat. Dat doen ze fantastisch natuurlijk, die mannen van Jumbo. De voorzet kwam van Benoot en dan Van Aert, die daar nu de controle heeft genomen op links. Mooi spandoek daar overigens daarnet langs de kant van de weg. Tisch van dat. Ja, en Girmay, die gaat op de kasseien gewoon naar het wiel van Van Aert en Laporte. Indrukwekkende binnen. Voor mij Girmay. De revelatie van het voorjaar. Hè? Ja, absoluut. De revelatie van het voorjaar. Hè? Ja, en ik acht hem tot veel in staat, maar dit zou ik hem niet doen. Nee, maar, weet het, jong. Dit is nog de laag erbovenop. Ja, dat is nog maar moet hier nu bovenop. Wel uit het wiel bij Van Aert en Laporte. We zijn nog niet boven, hè. Gaat zich nog eens op gang trekken. Maar dit is wel een ferme inspanning van Wout van Aert op de Pater. De klokken worden geluid. En Laporte is de enige die volgt. Ja, en die gaan doorrijden. En dan hebben ze daar met Teunissen misschien. En met Benoot nog iemand die kan afstoppen. Verschil is niet zo groot, maar het kan groot genoeg zijn.
En er is geen enkele reden om niet door te rijden met die twee natuurlijk. Nog 42 kilometer. Mohoric, dat is harkend. Asgreen, die zat een beetje gevangen. Die zat vast. Hier komt Gogol pas door. En Tiller, die is ook door ondertussen. Hier Teunissen. En waar zit Benoot? Ja, Benoot zit daar. Benoot zit daarvoor, ja. Ja. Ja, die moet dan onmiddellijk naar voren om te gaan afstoppen, om de boel lam te leggen, en in principe. Narvaez en Van Parel zaten ook vrij ver achter. Ja. En dat is misschien wel het beeld van de Taaienberg dan dat hier terugkeert. Net niet goed genoeg zijn. Toch niet om deze mannen te volgen, hè. Van Aert en Laporte. Ze hebben geen Roglic mee deze keer, maar ze zijn met twee. Het is nog ver. Het is nog 41 kilometer. En Asgreen die gaat het zelf moeten rechten. Die heeft natuurlijk de pech dat hij zijn sjal kwijt is. Ja, want anders hadden we daar iemand bij om extra die dode momenten op te vangen. Kon Asgreen toch een klein beetje in de luwte. Maar nu, ja, nu moeten ze het zelf doen. Krijgt hij steun? Dat vraag ik mij af. En je mag geen seconde aarzelen. Hè. Elke seconde die aarzelt is er eentje waar ze vooraan weer wat meters pakken. Van Baarle kan hier nog een belangrijke pion zijn voor eventueel Narvaez. Als die komt aansluiten, want hij zit nu op een klein gaatje. Mohoric nu op kop. Mohoric met Asgreen en Girmay. En Laporte die zich gaat leegrijden voor Wout van Aert. Van Aert die zijn cadeau aan Laporte al gedaan heeft in Parijs-Nice. Meer dan dat zelfs, ja. Ja, één stukje Paterberg. 300 meter, 250 meter is voldoende om je er ver uit te kijken. En die twee gele mannen, tenminste. Eén gele dan toch. Om te onthouden ook voor de Ronde van Vlaanderen. Het was de inspanning van Wout van Aert die het hem deed, maar Laporte volgde vlotjes. En kijk hoe groot dat gat plots wordt. Hoe groot dat gat wordt op pakweg 2-3 kilometer. Nochtans, ze vinden elkaar hier onmiddellijk. Krijgen wel onmiddellijk aansluitend. Hier beneden straks links opdraaiend Oude Kwaremond. Ja. En Tiller, dat zijn van die gunstige mannen. Nee, dat zijn die denken niet na. Die is misschien hier een goede prijs aan het verspelen. Maar rijdt toch mee. En dat is maar goed ook, hè, want anders valt het helemaal stil. Nu toch een aarzeling. Gogol die elleboogteken doet. Matiller die niet vol overneemt. Kijk dan achterom, wie gaat het nog doen? Küng die wil altijd rijden. Mohoric, Girmay, Narvaez, Van Baarle. En Teunissen en Benoot nu in een zetel. Renaat? Ook. Ja, Tiller die er achteraan probeert te rijden. En straf toch hoor. We zien ze niet meer. Ze zijn gewoon niet meer te zien. Ze hebben 20 seconden bijna. Bij het opdraaien van de Broek de Straat naar de Oude Kwaremond. Ja, en dat zijn twee tijdrijders. Hè? Wout van Aert, de man van de lange tijdrit. Maar ook Laporte kan wat tijdrijden. Het zou maar zomaar kunnen dat deze twee hand in hand naar Adelbeke komen als twee dikke vrienden. Wij zijn twee vrienden. Maar daar zijn ze aan de Kwaremonds. Daar iets verder beginnen de kasseitjes. En ik vermoed dat daar boven op de Kwaremond, toch aan het Kwaremondplein, ook weer een massa volk zal staan. In deze zonovergoten editie van de E3 Adelbeke. En ik vraag me af, wie gaat er rijden achteraan? Hè? Als we allemaal een beetje naar elkaar kijken, schrik van... Ja, kijk, dat is niet echt meer vol. Hè. Er zit daar onmiddellijk al Thijs Benoot. Verstandig als die is. Ja, ja, ja. Ik denk dat ze gaan vliegen zijn. En dat voor de derde plaats is. Ja, er zit altijd een beetje voorbehoud ook hier. Als je op kop komt, je denkt, ik mag niet iedereen in één inspanning zelf terugbrengen. Asgreen die probeert er de schwung toch een beetje in te houden. In de hoop van hulp te krijgen. Of in de hoop van op de Kwaremond misschien een versnelling te plaatsen. En toch en nog eens proberen weg te rijden met een tweede groepje. En van die Jumbo Visma ballast in deze groep uiteindelijk af te geraken. Wordt een probleem. Wordt vervolgd. Hier aan de voet van de Kwaremond zijn wij dinsdag te gast met Vive le Vélo Leven de Ronde. We hebben vier cafés die in de buurt van het parcours zitten gevonden. We beginnen maandag in Café Mombasa in de buurt van Antwerpen. Victor Kampenaars. Ja. De oom van Victor Kampenaerts heeft daar ook het supporterslokaal van Victor. Daar was een groot feest toen hij het uurrecord brak. En nu komt er een jump van hieruit. Want je moet natuurlijk achter Wout van Aert en Christophe Laporte gaan. Een jump naar voren is hem. Tot bij die mannen vooraan niet hier nog wegrijden of er nog een deel afrijden. Dat wel. Ja, maar er naartoe rijden, dat zal inderdaad te veel gevraagd zijn. Dan had je er net ook moeten mee zijn, denk ik dan. Maar wel een hele sterke Asgreen. Het is wel zo, dit is minder stijl. Hè? Dat ligt sommige renners wel beter dan dat hele stijlen van de Pater. We zijn Teunissen kwijt deze keer, denk ik. Ja,
was al de laatste man die is komen aansluiten. Stuyven heeft het ook wat lastig. Hij zit daar in laatste positie. Hij was nog thans onmiddellijk bereid om... En Wout van Aert moet oppassen dat hem Laporte hier niet afrijdt. Niet te snel, Wout. Pak hem maar mee. Goh, moet er nog volk zijn. Kijk, ontblote bovenlijven. Is niet altijd even mooi, hè. Ja, Benoot moet daar blijven zitten. Moet echt alles doen om te blijven volgen. Terwijl ook hier Turgis in de problemen. Stuyven een beetje in de problemen. Niet zien aankomen. Want en daar zijn we nog niet boven. We moeten die lijn nog doortrekken. Dat is nog lang. Hier, maar de was. Knap werk. Ja, nog eens versnellen. Valentin Madouas. De Fransman van Groupama FDJ. Gaan ze er toch nog een paar afrijders. Asgreen heeft alle moeite om dat wiel van Madouas te volgen. Ik Benoot. Die bijt zich vast. Google Deel met een hele grote versnelling op rechts en Stuyven eraf. Tiller ook in de problemen. Dat hangt er nog net aan. Maar de was die ze uit het wiel kletst. En kijk naar de wind. Er is veel wind. Hè. Benoot. Op karakter. Met klasse natuurlijk ook. En in een dienende en controlerende rol doet dat uitstekend. Tiller heeft het bijzonder lastig. Ja, Google ook met een hele grote versnelling. Te groot, een tand te groot eigenlijk. Maar ja, dat is als je in de problemen zit, dan ga je groter schakelen. Ook Laporte hier alle kanten van de weg opzoeken. Alles wat ook maar een klein beetje kan helpen. En Wout van Aert, ja, die wordt naar boven gejuicht, zal ik maar zeggen. De stijl van Laporte is iets hoekiger, dat is ook in orde. En Mohoric met een prik. En dan moet Madouas reageren, die is voorbij Madouas. Kung zit daarachter, Asgreen. Google zijn vel, denk ik. Ja, de twee mannen, Kuhn en Madouas. Tiller en Benoot. Ook in de problemen. Benoot die alle zeilen moet bijzetten om er nog bij te zitten straks. Want ze hebben hem wel nodig in dat afstoppingswerk. Ja, zou hem eigenlijk inderdaad kijken wat deze mannen of ze gaan doortrekken. Ook naar Weiss een klein beetje in de problemen met Tiller hier. Om de organisatie helemaal op punt te krijgen bij die tegenaanvallers, moeten ze van Benoot af. Zouden ze in principe van Benoot af moeten, want ze hebben daar een koppeltje zitten met Kuhn en met Madouas. Maar nu is het probleem, hè. Wat ga je doen? Wie gaat er rijden? Kuhn, ja, dat is goed. Dat is een tijdrijder. Die rijdt door twee man van Groupama, FDJ, en twee man van Ineos. Dat kan misschien net. En deze Rasmus Tiller kan nog misschien voor Benoot nog een welgekomen steun zijn. Maar je kan in elk geval uit de wind kruipen achter die rug van Rasmus Tiller. John Carcas. Ja? Dat is zelf aan het denken, hè. Je keek naar Tiller en je dacht, daar wil ik wel achter zitten. Dat gaan we nu niet zitten. Nu is het inderdaad dus, te lastig. Voor een koffieride misschien wil ik er wel eens gaan achterrijden. Ja. Benoot die probeert de sprong te maken van achter de rug van Tiller. Die merkt ook, het beste is er vanaf. Bij de Noor, ik moet daar in mijn eentje naartoe. Benoot die wel goed herstelt. Weerbaarheid heeft. Ongelooflijke weerbaarheid. En blijft gaan. Mag zich wel niet gaan neerzetten. Of hij heeft een probleem. Wordt er eentje van buigen of barsten? Ja, het is nog 10 meter, Tish. Oh, je nog tijd. En je moet er naartoe. Hij heeft kan nog een beetje met die hand gaan rijden. Die komt aansluiten. Ja, en hier wordt het iets minder stijl. Dus Hij zit erbij. Ja. Van Baarle, die ziet Benoot terugkeren. Maar nu weet ik niet of hij nog veel van dienst kan zijn. In die zin dat ze voelen, hij is gelost daarnet. Maar hij gaat wel in de weg rijden. Wat is en dat is voldoende. Af en toe is het raderwerk verstoren. Ja, dat is voldoende. Een paar keer. Dat is genoeg. Want nu zijn we op weg naar waar we daarnet al geweest zijn. Russigny, achterkant van de Knochtenberg, de Côte Trieu, waar we die parallele helling gaan nemen. De Karnemelkbeekstraat, de E3-kol. Ja, echt benieuwd of ze daar achteraan gaan ronddraaien. Als ze daar elkaar allemaal vinden. En ze houden met Benoot geen rekening. Ze zeggen, ja, doe maar wat je wilt. Wij draaien toch rond. Want het was nipt, hè. Als Tiller daar niet bij is en die rijdt niet
die 300-400 meter boven op de Oude Quaremont, dan is Benoot ook gelost. Hè. En dan draait het wel rond. Hè. Ja, het draait nu voorlopig rond en Benoot die wil er zich nog niet tussen gaan gooien, maar gaat dat straks wel gaan doen als hij ziet dat ze dichter komen bij de twee. Hè. Dan gaan ze hem toch een paar ferme kwakken verkopen. Ze. Dan gaan ze hem toch een paar ferme kwakken verkopen. Het zijn die koppeltjes die belangrijk zijn. Hè? Ja, het is wel mooi ook dat ze zich niet zomaar bij de zaak neerleggen. Hè? Ze vinden elkaar. Ja. Maar die koppeltjes niet rijden voor plek 3 op dit moment. Nee, maar het zijn vooral die koppeltjes die belangrijk zijn. Dat die Ineos-mannen en vooral die mannen van Groupama, FDG, die het hem doen. Kopje Bartali. Vierde etappe is voorbij. Winnaar? Ja? Ja. Mathieu van der Poel haalde een straffe stoot uit, blijkbaar. Op 70 kilometer van de streep reed hij in de afdaling weg uit het peloton en dichtte hij een gat van bijna 2 minuten op 6 vroege vluchters. Op de laatste helling liet Van der Poel zijn metgezellen, en ik lees voor wat Hannes opgeschreven heeft, hij liet Van der Poel zijn metgezellen in de steek. Daarna verwierf hij nog een voorsprong van 25 seconden of hield hij een voorsprong van 25 seconden op het peloton. Op 9 kilometer van de streep werd Van der Poel ingerekend door het peloton en uiteindelijk won hij de spurt van dat peloton. José, het leest als een verhaal. Ja, het leest als een verhaal dat Hannes verzonnen heeft. Het zal wel niet waar zijn. Maar dat mag ook allemaal. Het zal allemaal, wel waar zijn, niet verzonnen. Het is waar, het is mooi. Het is mooi, want we zitten hier toch wel naar een groot nummer te kijken. We mogen dit niet laten ondersneeuwen door het kind Mathieu. Maar het maar we mogen opent wel weer meegeven. Absoluut perspectief naar volgende week weer al. Hè. Mm-hmm. Dus we maken, als men nog niet gek is, maar gaan we het nog gekker maken. Wielergek landje, dat zijn we. En we zijn allemaal zot van de koers. U ook, als u nu aan het kijken bent op een vrijdagnamiddag bij 18 graden. Dan bent u knettergek van de koers. Je hebt tijd genoeg gehad om in de tuin te werken. Hè? Kom nu maar even uitrusten. Een tasje koffie moet kunnen. Ze pakken voorlopig niet meer voorsprong. Nee. Maar natuurlijk, vooraan gaan ze blijven rijden. Daar moet niet meer gespeculeerd worden. Waar komt het breekpunt? Hè? Waar komt het breekpunt? Hier achteraan. Beginnen er hier al na te denken. Narvaez die nog altijd volle bak gas geeft met Van Baarle. Die koppeltjes zijn zo belangrijk. En Germay die nu al zit te denken. Podium? Zou zomaar kunnen. Ze hadden er dus 4 in de groep van 16. Jumbo-Visma met Benoot, met Teunissen, met Laporte en met Van Aert. Dat waren er 4 van de 6. Hè, want Tosh van der Zande is al heel vroeg uit de wedstrijd verdwenen met die valpartij die zich voordeed in de eerste kilometers. Dus de ploeg is à point. Ja, de cuisson is in orde, ja, dat mag je wel zeggen. Het zou voor de anderen wel eens signaal kunnen worden de komende weken, alhoewel. Ja, wachten. Maar het is wat het is. Hè. We zitten hier wel naar iets te kijken dat we nog niet te vaak gezien hebben. Hè. 2 man van dezelfde ploeg die wegrijden op 50 kilometer van het eind. En één met zijn mond dicht en een ander met zijn mond open. Renaat. Zwijg over die biefstukken, jongens, want het water komt mij in de mond. Jij maar hier eieren, achter op de motor. Ja, maar ja, dat is moeilijk. Askreen, nu de man die het tempo hier bepaalt. De neuzen staan hier wel degelijk allemaal in dezelfde richting. Want dit is een vervelend stuk. Die betonbaan loopt lichtjes bergop. Wind staat hier ook in het nadeel. En dan wordt er nu nog een beetje naar elkaar gekeken. Askreen die dan assistentie vraagt. Maar eigenlijk hebben ze tot nu toe rondgereden zoals ze kunnen rondrijden. Er is hier nog niet echt gelanterfant. Komt dat moment nog, ja, dan zijn de twee vogels definitief gaan vliegen. Kunnen ze rapper dan die twee mannen vooraan? Dat is de, ja, en dan kom ik toch weer bij vlees terecht, de hamvraag. De E3-call, waarvoor je geen dropper nodig hebt in de afdaling. Het is een kopietje van de Code Trieu, want uiteindelijk moet je naar dezelfde hoogte. Ja, inderdaad. Klinkt wel mooi, Karnemelkbeekstraat. Ja, normaal gezien karnemelk, dan is de melk zuur, hè. Ja. En is alles afgeruimd, hè? Karnemelkstampers met verse garnaaltjes uit de Noordzee. Ja. Ja, klopt helemaal. En hier wordt er toch al iets meer naar elkaar gekeken. Je merkt dat de bezieling eruit is en dat er toch wordt gedacht aan ereplaats. Een halve minuut onder het spandoek van de E3-call. Van Aert en Laporte gaan er een duo Normand van maken. Ja. Of een Trofeo Barraghi. Trofeo Barraghi. Nog meer tot verbeelding sprekend. Ja, hier is het denken, nadenken.
Ze zijn weggereden op een plaats waar ze konden wegrijden, op dat steile gedeelte van die Pater. Die voor vele rotte Paterberg. Hoe geweldig zou het zijn mocht straks Binyam Girmay de spurt winnen van de achtervolgers en mee op dat podium komen. Ik hoop het. Ik ook. En ik denk de mensen van I3 ook. Al gun je het iedereen natuurlijk in de groep, maar het is wel een verhaal. En het is een heel straf verhaal. En het is een verhaal waar we de komende jaren heel vaak rekening mee moeten houden. Als je dit kan op je 21ste, in deze wedstrijd, met deze lastigheid. Ik zweer het u, hij gaat nog hele mooie dingen laten zien. Hij kan voldoende berg oprijden. Echt voldoende, meer dan voldoende. Het is geen klimmer, maar kan meer dan voldoende berg oprijden. Kan sturen, kan sprinten, kan veel. Wout van Aert in de Rue du Lait Battu. Du Rue du Lait Battu. Ah oui, c'est ça. Kom je hier nog boven op de hotpont, hè? Ja. Luister eens naar de mensen. En kijk naar die mimiek van die mensen ook. Ze zijn niet kwaad, hè? Nee. Ze supporteren zijn gewoon. Ze zijn echte supporters. En hier een versnelling van Mohoric met de reactie van Kungen, Girmay en Benoot, die helemaal hersteld is. Asgreen ook. Ze zijn allemaal mee. En die aanwezigheid van Thijs Benoot moet je niet zomaar onderschatten natuurlijk. Zij weten dat ze inspanningen aan het leveren zijn die ook wel gecontroleerd worden. Ja, komt er nog eens bij dat Benoot in stijgen dit kan gebruiken, hè. Dit meeneemt na zijn zware val daar. En van hieruit alleen nog maar gaat verbeteren. En is al heel goed. Op karakter vooral ook. Maar wel goed. En deze Valentijn Madouas, die gaan we toch maar opschrijven. Hè. Ik ben aan het kijken naar de eerlijst die rechts van jou hangt. Huh? Maar ik kan ze lezen, hoor. Het zou wel een mooie naam zijn natuurlijk, hè? Wout van Aert daarachteraan plakken. Ja, het is de tweede kampioen van België, dacht ik. Na Rick van Looy, dacht ik. Herenaat. Versnelling, Mohoric in de achtervolging. Benoot meteen op dat wiel. Afdaling eigenlijk nog niet begonnen van de Karnemelkbeekstraat. Is die er eigenlijk wel? Ja, hier, zo'n klein beetje. Ja. Heb je een Sloveense vriendin gebeld, Renaat? Moeten we Mohoric zeggen in plaats van Mohoric? Ik heb hem ooit gevraagd. Mohoric is Mohoric. De enige echte uitspraak. Oké. Okay. Ja. Gaan we proberen te onthouden. Mohoric. Mohoric. Movento. Pogacar. Pogacar. Movento. Dat is een Serviër, dacht ik. Van Baarle. Die toch nog probeert. En dan zie je Asgreen en in derde positie Thijs Benoot. En daar begint het spel. 42 seconden, daar rij je nooit meer naartoe. Dus, boeken toe. Twee kanjers van renners met deze Wout van Aert die echt in de conditie van zijn leven steekt. Veronderstellen we dan toch. Ja. 80 per uur, 75 per uur. Nog een beetje drinken. Mensen gaan van de weg af. Er zijn vriendschappen gekneed op de tijden bij Jumbo-Visma. Nieuwkomers, Benoot, Laporte, voor 3 weken naar de tijden. En daar hard trainen, alle schema's volgen, maar daarnaast ook koffietjes gaan drinken. Palaveren over de familie, andere zaken doen, Uno spelen, denk ik. Zoiets, bijvoorbeeld, ja. Alles wat gespeeld is goed. Netflix kijken samen. En dan worden ook plannen gesmeed. Ja, maar vooral conditie opbouwen. Hè. En dan voelen dat je goed bent. Inderdaad, alles volgen wat er moet gevolgd worden. Dat kost heel veel energie om zaken te doen. En vooral om veel zaken te laten. Maar dan voelen dat je goed bent. En vanaf die eerste wedstrijd omloop het Nieuwsblad. Met daaraan onmiddellijk de week nadien. Parijs-Nice, ja. En dan naar hier komen tegen een geavond peloton. Niet dat dat nu de reden is waarom ze voorop rijden, hè. Maar dan dat gevoel krijgen van we zijn
ik ga niet zeggen onoverwinnelijk, maar toch wel, we zijn meer dan goed. Ik huiver altijd een beetje bij deze passage. Iets daarop is Langeveld ooit eens te val gekomen. Weet het daar helemaal op rechts. Daar, die ging op de stoep achter iemand doorrijden en daar dan een enorme knal. Mathieu van der Poel die daar in een bloembak sprong en dacht er terug uit te springen. Maar dat was aan de andere kant. Dat was, het was op weg naar de oude Quaremont. Ja. Dat was die afdaling. Maar dit is de nieuwe Quaremont naar beneden. Daar ergens rechts stond een mens tussen weg en fietspad. En die schrok, zoals we deze week met die seingever zagen. Ja, die helemaal. Een stapje opzij zet, de natuurlijke reflex. Maar als je hier dan aan 80 per uur naar beneden komt, of 75 per uur, en je knalt daarop, die fiets die brak in stukken. Maar hier, het was ook langs deze kant, dat Mathieu viel ze. Richting de oude Quaremont. Ja. Dus voor de derde plaats. We gaan nog wel een paar aanvallen krijgen natuurlijk. Dus of we hier een sprint krijgen voor die derde plaats, dat betwijfel ik nog een beetje. Zitten er nog te veel koppeltjes bij die misschien nog iets kunnen doen. De neutrale wagen die zijn werk komt doen, maar ondertussen ook de ploegleiders vooraan. We zagen de wagen van Jumbo-Visma, die wagen nummer 1 rijden en ook als eerste door mag natuurlijk. Girmay die keek achterom en die dacht, ze gaan hier toch niet terugkeren vanuit de achtergrond. Hè? Ik wil hier een dikke vette prijs rijden. Ja, het zou hem gegund zijn. Voilà. Bernard Callens is een wielerliefhebber van aan zee, die elk jaar zo'n wielerjaarboek uitbracht. Echt een wielerfreak ook, beest, en die stuurt... Doet mij denken aan Merckx van Schil in 69 in Luik-Bastenaken-Luik. Ik zie je knikken. Ja. De geschiedenis herhaalt zich, maar dan in een andere vorm. 69. Jij was toen al 34. Ja, ik was toen al... dat wil je niet weten. Ik was wel al soldaat, hè. Ik wel het land verdedigd toen. Maar gelukkig dat jullie mij toen hadden. Dat is waar. Op de soep had nooit opgeraakt. Luitenant-kolonel De Kouwer. Ja, met iets minder strepen dan dat. De Schelde over. De Schelde over richting Wortegem. Komen we ook, hè, tijdens de ronde van Vlaanderen. Ja, hier straks. Hè. Straks aan de kerk rechtsafdraaiend. En dan kom je in die laatste rechte lijn. Hè. Die, hoe langer we daar passeren... alsmaar mooier begint te worden. Het is geen mooie laatste rechte lijn, maar eigenlijk zijn er toch al heel veel gevechten uitgevochten daar. En zijn er toch al een heel pak mooie passages gebeurd. Hier aan de kerk rechts, daar gaan we straks onmiddellijk links in. De Sint-Amanduskerk van Kerkhoven, die... na een lange periode toch weer een perspectief heeft gekregen, want die is opgekocht door een rijke familie uit de streek. En er gaat waarschijnlijk een herbestemming komen. Toch wel een baken in de streken. Zoals Plankaert altijd zei, als je zegt waar is het, hè? Weet het de kerk zijn? Ja, daar is het niet zet. Wout van Aert. Met rugnummer 11. 11 of 111 heb je nodig om te winnen tegenwoordig. Vroeger was het 51. 111 was Narvaez vandaag. En iedereen supporter van Wout van Aert. Het is een totaalpakket, hè? Ja. Je krijgt niet alleen een steengoeie coureur, je krijgt ook een goede communicator. Je krijgt een vlotte boy. Goeie mooie ploeg. Jongen. Alles erop en eraan. Familieman. Nationaal kampioen. Dat brengt het toch allemaal nog iets meer in de picture. En ja, je ziet hem van ver komen. En Renaat, die ook stil aan de kasseien van de Varend moet naderen of er gewoon op zit. Op dit eigenste moment draaien ze de achtervolgers die kassei op. Laatste kasseistrook van de dag. De Varend nog niet zo lang geleden heraangelegd. Niet meer de gevreesde stenen van vroeger. Maar nog altijd een strook waar je wel iets kan forceren. Kijken of hier nog iets gebeurt in de strijd om plek 3. Al denk ik dat het daar een beetje vroeg voor is. Ik verwacht die strijd dan eerder in de straten van Harelbeke. In die aparte finale. Dat draaien en keren op die lokale wegen daar naar richting Forestierstadion. Het Forestierstadion van
de ratjes van Harelbeke, hè, die toch wel een roemrijk verleden hadden. Ja, ja, absoluut. Dat is de tijd van Hein van Hazenbroek, van Piet Verschelde, Joris de Tollenaar, Ronnie Gaspertjik, die hier ook nog gespeeld heeft, de keeper. Was Lano hier dan geen sponsor of zoiets? Of voorzitter? Lano, ja. Ja, Lano, hè. Tapijten, hè, tapijten. Ja. Ja, je hebt ook veevoeders Lano, maar dat is iets anders. Mm-hmm. Na de Varend gaan we de grote baan dwarsen en dan gaan we richting Tighem. Op de strook waar Bram Tankink is in een kramschot toen Cancellara demareerde. En Oliver Naassen ook wel eens ergens een parketje moment had. Mm-hmm. Wout van Aert nog vorig jaar. Een minder moment. Dat zal nu niet gebeuren, denk ik. Van Aert en Laporte in een duet. Een heel mooi duet. En dan kan je zeggen vooraf, ze waren een beetje kwetsbaar in Milaan-San Remo. En dan doen ze dit. Ja, zo zie je maar. Hè. Theorieën. En voorbeschouwingen. En alles erop en eraan. En Mats Petersen 7 sterren geven en die 5 sterren geven en iemand anders ook 8 sterren geven. Er zijn er hier maar 2 met 3 sterren voorlopig. Nog iets aannemen, nog iets weggooien. Hier kan het, bidon weg. Ja. En iets verder een nieuwe pakken. Ja, denk het wel. Opletten, die krampen proberen tegen te gaan als ze zich al zouden manifesteren in deze weersomstandigheden, kan, hè? Ja, en zeker ook voor de volgende dagen, hè? Want echt uitgemergeld binnenkomen met een honger, zal ik maar zeggen, dat moet je toch proberen vermijden. En Narváez is echt een Vlaamse renner, hè? Die zit klassiek op die fiets. Echt zo kloek gebouwd. Jonathan Narváez Prado uit Ecuador. Wout van Aert uit Herentals. Herentals, Koerstad. Stad van de Keizer. Rick van Looij, de vorige kampioen van België die hier kwam binnen. Mm-hmm. Van Looij woon hier in 69, woon hier in 66, 65 en de eerste keer in 1964. Deze mens was het al helemaal zeker voor de start. Bravo, Wout van Aert. Je kan daar eigenlijk wel mee buiten komen met dat spandoek, hè. Sprinten gaan ze er niet voor doen, zeker? Campijn zit niet. Renaat? Ja, over Herentals gesproken. Onlangs Herentals dubbele pagina gekregen in de Franse sportkrant L'Équipe. Volle ver, dat is zeer uitzonderlijk. En dat had natuurlijk te maken met de combi Wout van Aert, Rick van Looij. Het is niet dat ze mekaars deur platlopen. Ik geloof dat Wout van Aert Rick van Looij eigenlijk nog maar amper gezien heeft in zijn leven. Daar moet toch een keer een verandering in komen. De ontmoeting tussen die twee kampioenen. Wij hangen hier intussen naast de achtervolgers. En dat is een gezapig tempo. Ja, dat is gewoon ronddraaien en straks dan rijden, vechten voor die derde plaats. Rechts opdraaien richting Paddenstoel. En van de Paddenstoel naar het Vossenhol. De Tighem. Laatste helling van de dag. En daar ligt nog een premie straks. En die gaat sowieso naar Wout van Aert. Want die premie is gereserveerd voor de eerste Belg of Nederlander die bovenkomt op de Tighem. Dat is gemakkelijk, hè? Je moet daar wel zitten. Je moet wel zitten, uiteraard. Benieuwd of deze mannen dat nog gaan gebruiken om weg te rijden. Als dat iemand durft, maar ik denk het niet. Nog 20 kilometer. Stel dat je hier bovenkomt op de Tighemberg en je hebt dan zelfs 10 seconden voorsprong. Maar dan moet je nog 20 kilometer alleen, hè, tegen deze mannen. Dat is bijna onmogelijk. Mm-hmm. Of het zou Van Baarle moeten zijn, of Kuhn. Ik vermoed dat Wout van Aert hier en daar wel wat investeert in vastgoed. Als hij nog ergens een badkamer moet zetten. Hij krijgt boven €3000 aan badkamermeubels van X2O. Ja, ik kan er voorlopig niks mee doen. Ik heb hem maar een tijdje geleden gerenoveerd, ja. Normaal zit vlak voor onze neus staat ook zo'n eend. Ja, het is waar. Normaal zitten kabouters bij paddenstoelen, maar hier zijn het eenden. De wereld is om zeep, jong. Nog 20 kilometer. Hier kwam Wout vorig jaar in de problemen. Zou je daaraan denken vandaag? Denk het niet. Nee, ik denk het niet. Of dat toch misschien heel leven. En dat dan nu is het eigenlijk als we stilaan glimlachen van binnen en denken van... Het kan verkeren, zei Pedro. Het kan verkeren, zei er eentje, ja.
En Renaat. Als Renaat de paddenstoel ziet, dan wordt hij altijd wild. Ik schrok me bijna een aapkarrel, want er stond een reuze eend bij die paddenstoel. En dan was dat heel vreemd, de gewaarwording. Maar we zitten ondertussen in het zog van de twee leiders. En dan is dit een ware triomftocht voor die twee tenoren van Jumbo-Visma. Het Vossenhol is van een Fransman en een man uit Herentals. Open doekjes, ik denk de mensen worden gek. Wij ook natuurlijk. Maar dit is geweldig om mee te maken. Het enthousiasme zal alleen maar straffer worden. En ik denk dat ze de slogan van de E3 kunnen veranderen. Altijd koers is de slogan. Altijd straffe koers. Je moet wel oppassen met paddenstoelen, want de ene paddenstoel is de ander niet. Je kan er inderdaad wild van worden. Hè. En je weet, elke paddenstoel is te eten. Hè. Ja. Sommige maar één keer. Hè. Mm-hmm. Well, ik denk dat Renaat woensdag paddenstoelen had gegeten. Ja. Heel scherp in de finale. Heel scherp, ja. Het was best ook, hè, want er gebeurde niks. Maar dat moet nu nog komen. Hè. We gaan straks nog wel eens zinderend naar voorbrengen. Hier wordt aan de plekjes gedacht. En mocht ik Girmay zijn, ik zou nu gewoon volgen. Je bent misschien wel de snelste van deze groep. In principe wel, denk ik, ja. Maar na 200 en zoveel kilometer, je weet je maar nooit. Hè. Zo moe ziet hij er niet uit, vind ik. Ik vind dat hij echt goed meedraait en een hele goede indruk maakt. Komt er hier nog een uitval of gaan ze echt met dit groepje naar de streep of gaan ze straks in de finale nog proberen weg te rijden? Vooral in de finale. Er zitten mannen genoeg bij die dat soort trucken zullen uithalen. Zeker een Asgreen, zeker een Kung. Ook Van Baarle zal wel eens zo op kouse voeten proberen wegrijden, zoals we dat vaak zien van Van Baarle. Maar met z'n allen ronddraaien, niet lanterfanten, wel een minuut 20 aan de broek voorlopig. Hè. Ja, vooral gewoon rijden. Hè. Niet aarzelen, gewoon rijden. En dat maakt dan het verschil hier af en toe. Kleine aarzeling. En dan komt Asgreen op kop, gaat het weer wat sneller. Dan komt iemand anders op kop, gaat het weer wat trager. De Bergmolen. Op de berg. De Tiegenberg. Deze mannen zijn al beneden. Ze. De grote weg al op. Zijn al richting... huiswaarts aan het rijden. Nou, het zijn ook eentjes, hè? Ja. Het zijn geen badeentjes. Best dat het jachtseizoen niet geopend is. Of is het wel open? Ik zou het niet weten. Zijn van die je kunt vissen op de kermis en aan hun voeten kunt kijken waar nummer hoeveel ze waard zijn. Hè? Zou er eigenlijk nog een peloton in koers zijn? En waar zit dat peloton? Want als ze hier op deze manier rijden, dan moet er toch ook op een of andere manier iets gebeuren vanuit die achtergrond? Ja, maar er is de jus er volledig uit. Ze hebben 3 keer de kans gehad om terug te komen. De groep AG Desert, zal ik maar zeggen. En daar lukt het ook niet, dus... Dan is de moed er wel volledig uit, denk ik. En dan heb je toch een probleem als je naar de volgende wedstrijden naartoe moet. Hè. Alhoewel, het zou kunnen. Hè. Het zou wel eens mooi zijn mochten we een idee krijgen van wie er allemaal achter zit. Mm-hmm. Anders is de top 10 weg. Hè. Dit zijn er 8 en er rijden er nog 2 voor. Op de grote baan. Naar het lijsternest van Stijn Streuvels en een paar moedige elite renners zonder contract of wielertoeristen, ik weet het niet. Je toch ietsje met een gsm in dan. Ja, die denken we gaan even wat sneller rijden dan deze twee mannen. Dat kan, hè, als je nog fit zit en die anderen hebben er al 185 gereden. Ja, maar we gaan ze toch niet heel lang meer zien. Ze gaan stilletjes aan het beeld verdwijnen. Ik heb dat ooit eens gezien toen Tom Boonen Belgisch kampioen werd in geel. Hé. Toen reed er ook zo iemand langs met een mountainbike. Die reed uiteindelijk met een elektrische mountainbike er langs. Dat was zo'n beetje dat je dacht van, amai, hoe rap rijdt die? Maar het was wel elektrisch. Kijk ook bij Laporte naar die zoutafzetting en Renaat die roept. Renaat. Ja,
Het zijn niet zomaar wielertoeristen, hè, die er langs rijden. Een van die renners was Tjerven Kleinewerk, Karel. Ah, en dat is de kleine jongen van vroeger, die tegenwoordig voor die eliteploeg zonder contract rijdt, gesponsord door de Dovi-ploeg van Frans de Lameur. Ja, die kleine jongen van vroeger, jij bedoelt die kleine jongen met die vlaggetjes, hè, met die Vlaamse leeuwtjes die in het veld stond toen Tom Bonen... In dat maïsveld. In dat maïsveld, hè. Ja. Maïstoppels. Klopt, stond aan de start van de Youngster Trophy daar in Bredene. Bredene Kokzijde. De Coast Race. Vorige week vrijdag. Tjerven Kleinewerk. Een minuut 30. En wie is dit? Benoot die even tot bij de volgwagen kwam. Mag die straks nog proberen uit te schieten voor die plek 3, maar dat zal niet simpel zijn in dit gezicht. Toch proberen, hè. Dat zou echt wel heel straf zijn natuurlijk. Nou, een beetje een gelletje nemen. Zou je lek staan voor hem? Zit hij met een leegloop? Nee, ik denk het niet. Nee? Nee. Hij zal nu wel al begrepen hebben dat hij niet meer hoeft te storen. Dat het goed is zo. Een schitterend beeld dit. Tussen de benen van de vluchters. Met hier Wout van Aert en daar rechts voor Christophe Laporte. Het nummer op de eerste dag van Parijs-Nice wordt terug opgeroepen. Toen was Roglic er weliswaar nog bij. Maar toen was het van een pak minder ver dan nu het geval is. Maar eerlijk, toen was het ook iets minder verwacht. Ja, minder verwacht, maar niet minder indrukwekkend. Hetgeen ze daar deden met de opening van Hooijdonk. Dan deze Laporte die overpakte. En die daar heel fel tekeer ging. Die eigenlijk de breuk veroorzaakte. Dan Wout van Aert, Roglic daar nog eens bij. En dan een geweldig mooi gebaar van Wout van Aert naar deze Christophe Laporte toe. Fransman in Frankrijk. De gele trui mogen dragen. Het kan alleen maar goed zijn voor hetgeen er nu allemaal is. En voilà. Er is al een verhaal ondertussen. Dit is nog eens een beeld van het peloton. Of wat daar nog van overblijft. Komen die mannen hier nu de grote weg op? Als zij nu pas de grote weg opdraaien. Ja. Komen nu pas de grote weg op. Dat is Dries de Bond. Dus die zitten op minuten. Ja. Die hoeven niet voor zich uit te kijken. Want dat gaat niet lukken. Ja, ze hebben er wel werk van gemaakt. Hè. Eens kijken. Dat is nog hoop en al 50 man samen. Iets meer misschien, maar... Ja. Is toch serieus meegerammeld vandaag. Blijft er nog van over? Daar zit Oliver Naassen. De wedstrijdradio roept nu af dat Wout van Aert op het podium wordt geroepen straks om die €3000 aan badkamermeubelen in ontvangst te nemen. Om die bad eend in ontvangst te gaan nemen, terwijl hij deze winter er zo'n stuk of 10 verzameld heeft, denk ik. Ongeveer. Ja, 9 zeker. Heeft hij er 9 van de 10 gewonnen? Ja. Het waren allemaal geen eentjes. Hè. Het is waar. Ja, de spannendste E3 Harelbeke is het niet geworden. Hè? Nee, maar ja... Maar het is wel indrukwekkend. Ja, het is indrukwekkend. Hè. Ik bedoel, ja... Ja, wat is spannend. Dit nummer blijft toch wel in de geschiedenis voor mij. Moet eens kijken naar die zandafzetting hier. Maar ik bedoel, maar dit blijft toch wel lang. Hè. Dit ga je toch zomaar niet vergeten. Tuurlijk niet. Het is geen editie die zomaar verdwijnt in het niets. Het is zeer indrukwekkend, maar... Spannend is als je pas in allerlaatste instantie weet wie gaat winnen. Hier weten we het al 30 kilometer. Ja, toch vind ik het een geweldige koers geweest. Ik ook. De manier waarop. Ze hebben ervoor moeten vechten. Hè? Ze hebben het niet cadeau gekregen voor die 20 seconden een minuut werd. Kijken naar die
fietsen naar die versnellingen ook. Meer en meer wordt er met een buitenblad 54 gereden vooraan. Ja. En zelfs groter sommigen. Ja, inderdaad. Het is vooral om die ketting achteraan op een groter tandwiel te kunnen leggen, omdat daar de overbrenging beter verloopt. Men zal nog naar groter gaan, heb ik me laten vertellen. Mm-hmm. Omdat het plooien van de ketting er helemaal achteraan, hier op die 12 en op die 11 en die 13, eigenlijk veel meer wrijving teweeg brengt. Je hebt veel minder frictie als je op een groter tandwiel kunt rijden achteraan. Ja. En als je dat een beetje kon afleiden uit die versnellingen, stel dat het de 54 vooraan was, dan reed Laporte nu op een 54, 13, 14. Ja. Niet op die 11 of die 12, Renaat. Ja, ik hang naast de volgwagen van Jumbo-Visma, ploegleider Arthur van Dongen. Arthur van Dongen, we gaan er al kilometers lang van uit dat Wout van Aert gaat winnen. Maar is dat wel zo? Het zal toekomst uitwijzen, maar de kans is 50%. Dus wie weet maken we België nog meer gek vandaag. Dit is een geweldige demonstratie. Het laatste nieuws over Tos van der Zanden graag. Het duidt alles op een elleboog. Dus dat is wel een... Even die bocht hier nemen. We moeten oppassen, want ja, dat blijft riskant. Draaien en keren en dan komen we terug bij Arthur. Ja, hoe is het met Tosh? Het duidt op een elleboogbreuk. Dus dat is wel een kleine domper op wellicht deze mooie dag. Was dit het plan, de manier waarop jullie het afgemaakt hebben hier vandaag? Of kan je dit niet, nooit voorspellen? Ja, het mooie van het koers is dat niet alles is te voorspellen. Maar de mannen hebben welke koers volgens het plan. En tot nog toe verloopt natuurlijk alles perfect. Dankjewel Arthur van Dongen voor die korte reactie. We gaan hem laten rijden, want het is hier draai en keer. Het wordt hier ook smaller, Karel. Ja, serieuze pech toch voor Tosh van der Zanden. Ja, ze had er graag willen bij geweest zijn natuurlijk. Hè. Dat is logisch. Je komt in je nieuwe ploeg terecht. Je komt van Lotto, Soudal en dan kom je bij de kampioen van België. Bij misschien wel een van de beste renners van dit moment in de wereld. Misschien, zeker. En dan, dan probeer je je ding te doen. En dan ga je eruit in het voorjaar. Jammer. Want wanneer je van die overwinningen kunt deel uitmaken, dat brengt toch financieel ook altijd een flink stuk bij. Jammer. Daniel Os krijgt de prijs voor de strijdlust. Meldt men mij nu. Ja. Ja, als ze dan toch iemand moeten kiezen. €1000 brandstof van Kaps en €1000... in centen. Dat is ook nog niet zo slecht. Moet je die brandstof dan ook delen met de hele ploeg? Ja. Om beurten de tankkaart gebruiken. Pas op, het gaat rap nu, hè. €1000. Maar ik weet het. Maar voor jou zijn dat 50 tankbeurten, want je hebt me verteld dat je altijd voor €20 tankt. Ah ja, bij mij blijft het altijd even duur, ja. Ik ga alleen alsmaar minder ver rijden. Goh. Die beurten van Wout van Aert. Ja, gemak. De brug over de E17. Dan gaan we Haarlembeke in de verte al zien liggen, want we gaan nog een lus maken in Haarlembeke. En dan komen we straks op de Staatsegemse Steenweg, waar de finish ligt. Ja, we komen eigenlijk op 3 kilometer daar. Als ze daar 50 meter rechtdoor rijden, daar waar ze rechts afslaan, dan komen ze zo aan de aankomstlijn van de andere kant uit. Dat is niet de bedoeling. We gaan rechts, links, rechts, links en dan nog eens links. 3 keer links is ook rechts. Bouwplan ready for impact, maar liefst zo weinig mogelijk. Liefst zo weinig mogelijk, voorbij laten gaan. Mm-hmm. Misschien die reclame lezen en er verder vanaf blijven. Ze hebben er nog iets bijgevoegd hier. Hè? Ze hebben totems op houten paaltjes gezet. Je kent ze wel, hè? Die houten paaltjes. Nee, rondom de houten paaltjes hebben ze totems gezet. Ja? Ja. Ja, er rond. Ja, niet erop. Nog eens erboven, maar er rond. Ja, ja. Maar die gaan wel 3 tot 4 meter hoog. En die zijn heel goed zichtbaar. Ja, die zijn inderdaad nog maar eens verbeterd. Benenbrekers. Ja, absoluut. Absoluut, absoluut. We blijven toonaangevend wat de beveiliging van wielerwedstrijden betreft in België. Ze hebben er zich opgegooid en dat is dan, je bent de eerste. En dan denk ik dat er een heel deel die misschien ook het idee hadden om er iets mee te gaan doen, een beetje ontmoedigd van te zeggen. Ja, die mannen hebben eigenlijk bijna de markt veroverd. Om het zo uit te drukken. Bouwplan en Co. Gaan ze ervoor sprinten, deze 8 voor plek 3? Ja, wat denk je? Nee, natuurlijk. Ja, maar of gaan ze, bedoel ik, nog proberen elkaar te verstoppen zeker, en weg te zeker. Rijden? Ja, zo'n Kuhn, tijdrijder, Van Baarle, tijdrijder. Ja.
Als ze bij elkaar zijn, gaan ze er uiteraard voor sprinten. Ik bedoel, ik veronderstel dat we zeker we gaan nog koers krijgen daarachteraan. De regisseur of gaat nog moeten keuzes maken. Waar blijf ik? Wie ga ik volgen? Ik verwacht hier nog heel veel strijd. Een van de motards heeft je begrepen, José. Ja, ik denk het wel. Hè, ja. Er zitten hier nog twee koppeltjes bij. Dus die met nog twee ferme tijdrijders. Benoot zal ook nog wel eens iets proberen. Meeschuiven, niet overnemen en dan misschien nog proberen sprinten. En zoals Renaat zei, is die Valentin Madouas toch wel de verrassing. De aangename verrassing in deze groep. Daar zit hij met rug nummer 107. Valentin Madouas, 25 jaar is hij. Zevende in de vijfde etappe van Parijs-Nice in Saint-Sauveur de Montagu. Dat is die etappe die gewonnen werd door Brandon McNulty. Hier zien we hem op kop. Op zijn Lapeyre fiets. Die draaien eigenlijk nog goed rond, hè? Maar kijk naar dat verschil, het is 2 minuten. Het is verdikke 2 minuten, José. Ze draaien toch... Allee, ik bedoel, het is niet echt vol. Maar die zitten toch niet te slapen. Dat zijn hier wel namen, hè. En nu geven ze ook niet de indruk dat ze nog een spel gaan spelen om uit te schieten voor die derde plek, hè. We zitten op 6 kilometer van de aankomst. Waar? In de straten van Harelbeke dan. Jij hoopt erop. Asgreen heeft het bewezen daarom. Een vluchtheuvel is genoeg om iets te proberen doen, hè. Mochten we nu in een ronde zitten, zou je zeggen, ja, iedereen rijdt voor zijn plaats voor het algemene klassement, maar dat is er niet bij. Dus. Het is nog geen belangrijke plaats, dat podium. Girmay. Ik hoop het. Mohoric die ook altijd bereid is om te koersen. Je zag ook dat hij geliefd is in het peloton. Hè? Als je de knuffels zag voorbij de finish, hoe iedereen hem ging feliciteren. Ze hadden natuurlijk liever zelf gewonnen, maar het werd hem wel gegund. Ja, maar dat is wel een feit. In het peloton zit toch redelijk veel cohesie, redelijk veel... Solidariteit. Solidariteit, ja, absoluut. Het is totaal iets anders dan in, ik kan niet zeggen, andere sporten. Daar misschien ook wel. Het zijn eerder de supporters die het vaak een beetje grimmig maken. Een laatste litterzone. Daar kan je je vuilnis nog even kwijt. En dan stomen we door richting aankomst. Er staan bijna 200 kilometer op de teller. Deze wedstrijd is 203,9 kilometer lang. En er is wat neutralisatie geweest. Dus zij hebben al meer dan 200 kilometer op dat kilometertellertje staan. Hoe groot is de kans dat Laporte wint? Klein. Is er een procentkans? Ik denk het niet. Ik denk niet dat Jumbo met een Wout van Aert hier in België, met nog altijd nieuwe Jumbo's bijbouwen, dat aan de orde is. Het is goed geweest. Het is goed geweest en ik denk, en zeker in die nationale trui, nee. Ja, dit is... De ballast overboord in de litterzone. Maar het is zoals je zegt, hè. Laporte mocht winnen in Frankrijk. En het is niet dat hij Van Aert moet laten winnen. Want als ze ervoor spurten, dan denk ik dat Van Aert met de vingers in de neus gaat winnen. Want hij maakt ook wel de beste indruk in de vlucht. En kijk ook naar die zoutafzetting bij Laporte. Die is heel diep moeten gaan om mee te zijn. Zeker was daar bovenop de Oude Kwaremond echt wel in de problemen. Ik denk als Wout daar zou gewild hebben dat het wel al prijs was. Maar zijn nu al samen aan het glimlachen van dat hebben we toch maar mooi voor elkaar gebracht. Inderdaad. Minder dan 5 kilometer nog in het zog van de twee leiders. Ik denk dat die al kilometers lang, of toch
ja, zeker Wout van Aert aan het denken zijn. Hoe gaan we over de streep komen? Welk zegengebaar? Want hij denkt daar vaak wel eens over na. En we gaan er hier voorbij op de plek waar vroeger Tom Boonen 5 keer gewonnen heeft. En we hangen er even naast en dan zien we die focus op die gezichten. Laporte, ja, je kan daar niks uit aflezen. Dat is nog altijd aan dik 50 per uur hier door de straten van Harelbeke knallen richting Forestierstadion. Wat een triomf toch. De mensen die helemaal uit hun dak gaan. Wij naar de streep. Ik ben onder de indruk, Karel. Ja, wij ook. En wat er nog nooit gezien is, is dat je stopt aan de streep en een minuut wacht en er dan overstapt. Dat kan, met die marge. Ja. Ze gaan dat niet doen, hè. Maar een dansje doet. Zou een dansje doet zo, ja. Een dansje doet. Of bij de wheelie. Ja, de E3-tunnel. Vandaar ook de benaming, hè. Dit was... Aan creativiteit geen probleem, hè. Mm-hmm. Nee, ze maken bergen die er niet zijn. Ze maken tunnels die geen naam hebben. Geen enkel probleem. Ze doen dat heel goed. Hè. Dat moet je wel na. Dat moet je hun wel nageven. Hè. Ja, de naam gaat terug natuurlijk naar de snelweg destijds die de naam E3 kreeg. De koplopers op 3,5 kilometer, zij op 5 kilometer. En Benoot die zich een klein beetje laat uitzakken. Ja, kijkend, hè, kijkend. Als er één gaat van achteruit, want je moet gaan van achteruit natuurlijk, proberen meeglippen. En je moet zorgen dat je ook niet te lang alleen moet rijden. Nee. Toch niet tegen deze mannen. Ja. De mannen vooraan nog 3 kilometer. Hun hebben nog een goede viertal te rijden. Achteraan, hè. Ja, ja. Ze zijn maar net door die boog van de 5 gegaan. Ja, dus... Ze hebben een 1,6 kilometer voorsprong. Wout die toch nog eens achterom kijkt. En temporiseren zit er niet echt in. Het is gewoon een tempo onderhouden dat ze allebei aankunnen. En dat een stuk hoger ligt nog dan het tempo daarachter. Dat op zich is zeer indrukwekkend. Ja, ik ga niet zeggen dat ze op training zijn. Dat zeker niet. Maar het gaat hun wel af. Maar veel minder zweten bij Van Aert dan bij Laporte. Klopt. Dat is natuurlijk de ene renner tegen de andere. Dat wil daarom niet zeggen dat de ene renner meer afgezien heeft dan de andere. Het heeft... Ja, er zijn renners die daar nu eenmaal heel veel problemen mee hebben. En dan is het nog niet echt warm vandaag. Het is mooi. Het is goed. Maar het is toch een beetje kilte in die wind. Maar ja. Voilà. Kung met... De reactie van Girmay, die niet wil laten gebeuren dat er iemand wegrijdt. Maar moet zien natuurlijk, als hij 2-3 keer reageert, dat er dan nog een versnelling gaat komen om dan nog te kunnen reageren. Ze gaan nog van achteruit komen. Kung die nu gaat stoppen. Dan verwacht ik hier een Van Baarle die hier achteraan zit met nummer 115. Valentin Madouas hier in laatste positie. 14e in de ronde van Vlaanderen 2 jaar geleden. Dus helpt mee. Kan het wel degelijk aan. Voilà. Al is 4e in Parijs-Roubaix. Van Baarle. Junioren. Maar onmiddellijk gevolgd. En dan Benoot. Door Madouas, hè. Nu eens een keer. En Asgreen. Ze hebben nog 3 kilometer om te spelen. Het valt weer stil. Wie is de volgende? En als iedereen controleert, gaan we toch nog sprinten voor de derde plaats. Alleen maar mooi zijn. Benoot op kouse voeten. Dat gaan ze niet laten gebeuren natuurlijk. Hè. Ja, dan ben je een beetje de... Mm-hmm. Dat was de telefoon opnemen en zeggen ik ga... Ja, en je bent dan ook al een beetje de ganse dag aan het afstoppen. Dan heb je zoiets van, ja, nee, iedereen maar jij niet. Hè. Niet dat ze, daar dan, dat ze dat niet kunnen hebben, maar ja. Doe jij de rolluiken omhoog? Ik doe de rolluiken omhoog. Mijn hem dicht en de rolluiken omhoog. Ze komen binnen de laatste doe kilometer mijn pet met af. Deze twee. Doe mijn pet af. Zonnebloemen voorbij. Mohoric nu van op kop. Maar de reactie van Kung. Met Narváez. En daar valt een gaatje achter Narváez. Benoot die naar dat wiel moet. Girmay die zich richt op zijn spurt nu. Als het moet, gaat Laporte Wout van Aert gewoon over de streep dragen. Dragen, dat zou nog wat zijn. Hè? Mm-hmm. Zoals een bruidegom dat doet. Fiets tegen de dranghekken en hem over de streep voilà. Dragen. Dan is wel zorgen dat hij in een kram schiet. Wout van Aert is de nieuwe naam op de erelijst. Durf ik nu al zeggen.
Voilà. Alsjeblieft. Dank u wel. Alsjeblieft. We hebben dit samen voor elkaar gebracht. We hebben een nummer opgezet dat lang zal nazinderen. Oppassen dat toch Laporte niet net voorkomt. Hè? Want stel u voor dat je met te lachen en te spelen een beetje... Hè? Mm-hmm. Toch nog eens kijken naar dat wieltje. Laporte die zich een beetje inhoudt, bewust. Wout van Aert wint de E3 Harelbeke 2022 na een geweldig nummer met Christophe Laporte. Laporte won in Parijs-Nice de eerste rit. Van Aert dus de E3 Harelbeke. En Van Aert is, zoals we hem ook verwachten, top. Absolute top. Wat we zagen in het openingsweekend moeten we dan toch niet zomaar wegvegen en vergeten. Hij is er nog altijd. En op Van Aert kan je altijd rekenen. Altijd. Maar op Laporte dus ook. Ja. Jumbo Visma. Een dag in die office. Leon van Bon. Ja. Een paar Français maintenant. En hier zijn ze nog altijd samen. Ja, is mooi. Gaan we sprinten. Ook fijn. Na 209 kilometer, 210 kilometer. Girmay helemaal achteraan. Alhoewel, er rijdt er meer mee dan Girmay. Nog even tijd om op te schuiven, toch? We gaan hier links opdraaien en daar hangt dan de... In zachtere is de aankomst. Ja, ja. Ze zijn al iets dichter gekomen. Opletten, daar staan mensen op de weg, aan de kant. De auto's moeten worden afgeleid. Asgreen nu op kop. Asgreen, ja, gaat komen. Lood in het wielen. Nog een uitval van Kung. Een late uitval van Kung. Gaan ze hem zomaar laten rijden voor die derde plek? Ja, het is gebeurd, vrees ik. Het is gebeurd. Kung gaat derde worden. Girmay moet mee als hij wil sprinten, want hij zit ver. Kung. Als hij nog kan, tenminste. Kan Kung het houden tot op de streep? Want de sprint is nu ingezet. En daar komt Girmay. Kung die aan het sterven is, maar waarschijnlijk nog wel over de streep rijdt als derde. Jawel, daar is Kung. Kung is derde. Dan hebben we een vierde plek voor Girmay. Dan Mohoric en Madouas. Denk ik. Denken we tenminste, ja. Maar dit is de winnaar. De Belgische kampioen Wout van Aert. Als al een gedroomde winnaar zochten. Dat is de gedroomde winnaar, hè. Voor de organisatoren, voor het Vlaamse publiek, voor de wereld, voor iedereen die graag naar wielrennen kijkt. Het is van 2017 geleden dat nog eens een landgenoot won. Toen met Greg van Avermaat, in 18 Terpstra, in 19 Stibar, in 20 geen organisatie door de COVID-19-lockdown. En vorig jaar Asgreen, maar nu dus Van Aert, de... voor het Vlaamse wielerpubliek de gedroomde winnaar? Ja, absoluut. Absoluut. Als je denkt aan iedereen die er ook maar iets met deze wedstrijd te maken had, ja, wie mag er winnen? Ja, dan Wout van Aert natuurlijk. Daar is George al. En George die weet eigenlijk niet beter. Hè? Die denkt altijd dat dan, die denkt dat normaal is. Ze gaan dat die kleine toch eens moeten wijsmaken. Ja. Te veel mensen. Hij wil hem laten applaudisseren. Ja. Maar, zeg, Wouter, daar zorg jij wel zelf voor, hè, dat er altijd zoveel mensen zijn door te winnen. Nog altijd geen peloton in aantocht. En Kung, die met een hele late slimme uitval toch nog een podiumplek wist te versieren. Hier komt er nog een groepje. Ja, dat is met Stuyven, de groep met Turgis. En Gogol die daartussen. Gogol en Teunissen en Tiller. Turgis of Tiller, elk aan een kant van de weg. Het is Tiller die het haalt voor Teunissen, Turgis, Gogol en Stuyven. Redelijk kapot allemaal. Hè. Er zijn 15 plekken weg. Dus...